Hatsa! Daar zijn we weer. Wel op Twitch. Twitch van Gamekings, maar ook Twitch van PlayOn. Het kanaal van PlayOn Nederland. Benelux moet ik eigenlijk zeggen? Ja, Benelux. benelux. Ja, benelux Hoeveel ja, Luxemburgers kijken er vandaag dan? <laughs> Nul, denk ik. Maar, Waarom uh... mogen we nooit het Benu noemen? Gewoon de Benu. Lux, ja, dat goed, hele eh? Lux, uh, hebben we helemaal niks aan. Maar in ieder geval, uh, we gaan een speciale stream doen, namelijk voor Gamekings en straks Calvin ook voor zijn, uh, zijn kijkers. Um, want... PlayOn, uh, Play ja, ik, ik heb altijd <laughs> moeite met die naam. Ik vind, ik vind het Amsterdamse zo leuk. Maar PlayOn heeft een eigen Twitch-kanaal... waar ze regelmatig ook Twitch-streams verzorgen... Over hun games, maar ook heel erg over wat hun als gamer, want het zijn allemaal gamers, SKA en uh, Calvin, wat zij tof vinden. Of als Calvin naar Tokio is geweest, uh, wat daar allemaal gebeurd is, et cetera, et cetera. En um, ze hadden mij gevraagd al een tijdje: van, ja, vind je het leuk om een keer langs te komen? En ik had zoiets van: ja, dat kan wel, maar mijn schema is ook druk, dit en dat, kun je niet bij ons in de studio komen? Want ja, dan is het misschien ook leuk voor de GameKings kijkers. Omdat ik het ook wel eens leuk vind um, om dingen. Van jou te weten, namelijk jou persoonlijk, maar ook de PR-kant. Ja. Dus jij bent degene die mij probeert uh, te bewerken om <laughs> uh, coverage te maken over de games van uh, PlayOn. Um, terwijl jij mij ook weer vragen gaat stellen over hoe mijn werk in elkaar zit. Dus het is een beetje heen en weer interview. Ja, ja, ja. Met hopelijk uh, allerlei leuke. Informatie en deeltjes uh, die uh, we uh, die mensen dan weten. Een like klein insight kijk je in het werk binnen de games-industrie. En dan geef ik jou nu even het ja. woord. Ja, nou ja, we wat moeten wat moet mee beginnen, Hallo allemaal. Ja, nou nee, ja, nee. jouw kijkers. Uh, ja, nou daar. welkom, allemaal play, uh, play on air kijkers. Iets anders dan normaal. We hebben een mooie Dead Island achtergrond. Maar ja, uh, uh, ja jullie hebben aangegeven, jullie willen gewoon meer, meer diepgang in de, in de videogame-industrie. Dus uh, nou, het leek mij een logische keuze om iemand van de media te Kiezen en ook iemand die uh, die wel lang, uh, langer meedraait dan, uh, dan dan gisteren, zeg maar. Hoe, 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 hoeveel jaar weet je dat? Is het uh... um, ja, nee? Ik weet, ik, ik doe uh, gamejournalistiek 27 jaar. 27 Dat is bijna hoe lang ik leef. <laughs> ja, nou dat, dat hoor ik wel vaak. Ja, ik, ik ben begonnen eigenlijk uh, toen gaming echt net net begon. Het begon een beetje. Uh, ja, dat, 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 dat het wat makkelijker ook in de winkels te krijgen was, ja. et cetera, et cetera. En toen ben ik er eigenlijk mee begonnen. Dus ik, ik heb het eigenlijk allemaal wel meegemaakt. En, um, ja, jij zit dan wat dat betreft wat meer bij de bij wat jongere ja. garden. Ja. ja, natuurlijk. Vroeg, ik keek vroeger natuurlijk altijd uh, uh, jullie en uh, laste bekende bladen en zo. Ja. Dus dat is wel. Uh, dat is wel grappig, nu zit ik hier. Nee, nou, <laughs> dat, absoluut, je hoort dat veel hoor. Want ja. inderdaad, heel veel mensen uit de Nederlandse gamesindustrie zijn eigenlijk uh, influenced. Hè? Tegenwoordig, vroeger werd dat ja. gewoon beïnvloed. Maar die ja. laatste, inderdaad, Power Limited, uh, die Game Kings uh, altijd s'avonds. Um, en hadden zoiets van: Fuck man, dat, dat zou leuk zijn als ik in de gamesindustrie kon werken. Ja. Want ik speel die games en, 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 en eigenlijk kent bijna niemand in Nederland die dat werk doet. Het zit allemaal een beetje rond jouw leeftijd. Jouw bazen zijn wat ouder. Die, ja. die, die zijn wat minder influenced, want die waren er al. Maar die garde, allemaal ooit begonnen met... Fuck ik, ik, ik las altijd de Puur en ik keek altijd Game Kings. Ja. En dat wilde ik dan ook. Heb je dan nooit gedacht van, ik word journalist? Dat was het idee ook. En het is ook, het is ook gelukt. Ja. Um, het begon. Uh, oh, ik moet uitleggen waar ik begon natuurlijk. Ja, ja we, 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 hoe ja, is het allemaal ja. begonnen? <laughs> nou, het begon toen ik. was geboren. Nee, het begon in. Uh, officieel 2014. Ik. Nou, trouwens, het begon al gewoon vroeger natuurlijk toen, toen ja. ik dingen keek en die bladen las. En ik zag altijd die. die E3 uh, Tokyo Game Show rapportages. Dat was altijd het ding wat me meest is bijgebleven. Want dat mm -hmm. zag ik en ik dacht echt van. Oh, dit is vet, weet je. Dit, dit, ja. dit, dit moet ik. Dit wil ik ook doen. Um, was iets te laat alleen daarvoor. Het was ja. uh, uh, toen het eenmaal kon. Toen was het uh, allemaal wat minder uh, groot dan, dan toen. Maar ja. dat is in ieder geval de, de waar waar het allemaal begon bij mij. Van oh, ik wil ook journalist worden. Hoe, hoe oud was je praten. toen? Dat weet ik niet. Ja dat was denk ik basisschool. Dus ja, ja uh, 10, 12, een beetje de begin tijd, zeg maar. Dat het toen echt uh, dat ik toen echt heel vet begon te vinden. Toen was je nog was je toen als ik vind gamer altijd echt een klote woord. maar als Jij speelde games, weet je wel? Ja. En toen ik jong was uh, op na nou, middelbare school bijvoorbeeld, ja toen, toen begon begonnen de ja een beetje pong begon te komen, weet je. Ja, dus precies. gaming was echt, daar had niemand het over. Er was dan wel één nerd die dan iets met games deed, maar het was helemaal niet zo'n ding. In jouw tijd ja. was het al wel wat meer een ding. Zeker weten. Maar het was nog niet zo zeg maar dat alle jongens zoals nu Fortnite spelen en, en een heel groot deel van de meisjes ook games spelen. Nee, het was, nee, het was je was een beetje de outcast of voelde dat uh, om? Ik weet niet of, het, of je het outcast kan noemen, maar natuurlijk. Uh, ik, ik weet niet. Ik heb het natuurlijk alleen maar mijn eigen ervaring. Maar nou, toen ik op de basisschool zat. Iedereen had wel een PlayStation of een GameCube en zo. Okay. Dat, dat was een beetje mijn. Weet uh, je die overgang tussen. Uh, um, uh, PlayStation 1, Nintendo 64 en dan naar GameCube, PlayStation 2. Dat is echt ja? mijn, mijn jeugd. Uh, en. Ik, ja, Mensen hadden wel een console thuis. Maar het was niet per se. Iedereen noemt zich. Noemt zich gamer, mm -hmm. uh, maar ik was wel toen al, denk ik, wat meer dan de normale kinderen. Zeg, <laughs> normale kinderen, <Ja>. de gemiddelde <laughs> kinderen wat meer in geïnteresseerd. En ik was ik toen ik dus die dingen zag en las, dacht ik van nou, dit wil ik ook gewoon doen. Ja. als als baan. Uh, en mijn ouders zeiden van ja, moet je dat wel doen? Is dat wel zo slim? Gaat het wel lukken en zo? Ja, um, wordt advocaat <laughs> Ja. Nou, <laughs> geld verdienen. Dat zeiden ze gelukkig niet, maar ja. <laughs> um, het was, ja. En, en toen ik op mijn opleiding zat, ik heb dus een soort media opleiding gedaan. Ja. Want ik dacht altijd ik wil ook iets met media doen in ieder geval. Het liefst met gaming maar als dat niet lukt, normaal journalist of, of whatever. Um, en op een gegeven moment moet je een stage lopen. Dacht ik, dit, dit is mijn kans om, ja. om echt iets, iets ermee te gaan doen. Het komt ook wel eerder. Je kan ook gewoon natuurlijk solliciteren online bij mm -hmm. willekeurig zijn, dat heb ik nooit gedaan, ik weet niet waarom. Uh, maar ik zag dat er als mooi als, als excuus. Uh, van, oké, okay, nu kan ik mijn voet tussen de deur krijgen om het maar zo te noemen ja. en er echt iets mee doen en uh, toen ja stage gelopen en vanaf dat moment uh, erin ingerold ja. zeg maar maar uiteindelijk werk in game media die dat was dat was gewoon onhaalbaar betaald het is full -time. Wel, uh, ja fulltime sowieso ja. ja dat was toen ik al uh, op die stage gesprek kwam zei ik al van ja ik wil dat ook doen ik wil wat jullie doen wat ik ook doen. zei ze al van ja Wordt lastig. Uh, ik zou er niet niet veel hoop op vestigen, maar ik dacht nee. ik, bl ik blijf geloven, uh, maar nee, fulltime is het nooit geworden. Ik heb wel nou. al lang natuurlijk dan vrijwillig bij verschillende websites gedaan en ik heb ook wel eens ergens gewerkt, um, maar dan niet fulltime, dat was nee. parttime uh, en ik ook was betaald gekregen hoor. dus niet alsof ik het alles, alles voor niks deed, nee. uh, maar het was in ieder geval een hele waardevolle ervaring en uh, toen de tijd vond ik het ook gewoon leuk om te doen. Ja. Dat was gewoon, ja, ik wilde dat. En jouw opleiding? Ja, de opleiding heet uh, Media, Informatie, Communicatie. Ja. Die heet nu anders. Ik weet niet hoe die nu wel heet. Nee, ze, die veranderen oh. echt elke twee jaar ja. van naam inderdaad. Uh. Dat is een hele algemene ja. uh, mediaopleiding, uh, Niet echt aan te raden als je het mij vraagt. Want ja. Als je journalist wordt, kan je beter gewoon een journalistopleiding doen. En uh, niet dat. Dat is iets te algemeen. Nee, klopt. Uh, maar je had wel veel vrije tijd. Heel veel vrije uren. Dus dan, kon, je, <laughs> dan kon, je, kon, je, kon ik heel veel artikeltjes schrijven en stiekem uh, persreisje maken uh, tussendoor. Ja. Uh, toen ik eigenlijk op school moest zitten. Maar ik dacht van, nee, ik ga nu hier op... Uh, <laughs> ja. Ik ga me nu hier op richten. Ja. En vanuit die opleiding omdat je wist van oké, okay, nou die journalistiek, dat daar, daar geld daarin verdienen. Dat is vandaag de dag helaas nog steeds zo. We krijgen nog steeds heel, nou, heel veel, is een beetje overdreven. Maar elke maand krijg ik wel één of twee mailtjes van iemand die de stoute schoenen aan, 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 aan trekt. En dan zegt van nou, weet je wel, het zou me super tof lijken om bij GameKings uh, ja. te werken. Nou, het is gewoon heel moeilijk. We werken echt, nou iedereen weet het, vooral met ZZP'ers. Um, dat moet je willen, dat, ja. dat moet je kunnen. Dat, dat is een aparte uh, mindset die je hebt. Jij hebt uiteindelijk toch maar gekozen voor oké, okay, maar dan ga ik bij een game-uitgever proberen binnen te komen. En hoe is dat dan gegaan? Um, ja, dat is wel interessant. Ja, kijk, ik, op een gegeven moment ik begin ik dan te denken van, nou, je komt vaak in aanraking met, met evenementen, met, met ja. mensen uit de industrie en zo. En op een gegeven moment dacht ik, ja, oké, okay, ik werkte ergens en dat was gewoon helemaal niks. Het had niks met gaming te maken, maar het was een of andere uh, bedrijf het was gewoon helemaal niks. En ik dacht, ik wil weg, ik wil hier weg. Het was, uh, ik was niet vrolijk daar. Nee. En het, de, de positie uh, PR manager toen nog bij, dus bij Koch Media, onze vorige naam, stond er. Ja. Ik dacht, ik ken wel mensen daar. Ik probeer het gewoon. Ik heb niet echt ja. ervaring met die positie in het bijzonder. Maar ik heb wel kennis van de industrie en ik ken wel veel mensen. Ja. Dus het was een beetje een uh, schietgebedje en ik probeer het gewoon. Ja. En ja, ik had niet verwacht dat ik dat ik behoud op gesprek mocht komen. Nee. Uh, maar ja, uiteindelijk dat mocht en het ik werd het en ik kon het niet geloven. Ik dacht van oh wauw. En nu zit je er al. Hoe lang? Uh, um, meer dan vijf jaar. Ja. Nou, ja, dat kan ja, top. Ja. Dus het gaat uh, het gaat het gaat snel. Top. Dus en dus uh, het leek me ook leuk. hoor. niet dat ik zomaar dacht van oh ik 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 reageer zomaar maar op, want het weet je, nee. ik moet iets hebben. Maar ik dacht ook van het lijkt me ook wel echt. Uh, leuk om te doen, om de ja. andere kant te zien en om echt achter de schermen meer te zien. Uh, en het was wel moeilijk moeilijke keuze in mijn hoofd, weet je? Van mm -hmm. oké, okay, ik vond het schrijven over games ook heel leuk. Ja. Niet dat ik daarmee wilde stoppen. Ja. Maar je moet natuurlijk één van de twee uh, moet, moet je kiezen. Maar als ik dacht van oké, okay, als ik dit fulltime kan doen als werk, dan, ja. dan dat heb ik liever dan dat ik. Uh, het erbij doen. kan ik echt mijn werk van maken. Nee. Ja, ik, ik ben heel geïnteresseerd in die, die zakelijke kant. Ja. Ik bedoel, niet voor niets dat ik de piepshow uh, doe. Uh, ik zou heel graag gewoon eens een vlieg aan de muur willen zijn... bij verschillende bedrijven... om te weten hoe dat nou gaat. En ja, en, ja de bedragen die erom gaan. En hoe wij denken dat het er zo aan toe gaat. En wij denken dat er zo gedacht ja, wordt. We hebben het vaak over de spreadsheet mafia en dat <laughs> soort dingen. Ik zou wel eens willen weten hoe dat dan echt gaat. Aan de andere kant... Ik ben ook wel eens gevraagd, gepost in het verleden, hè, die 27 jaar. Het heeft, ik, ik weet niet of ik het zou kunnen. Wel natuurlijk, vakmatig. Wel, 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 welk aspect, zeg maar? Wat, wat zou je nou, Ja, ik, het lijkt mij gewoon heel moeilijk om. Um, als je gewend bent om alles tof te vinden of af te branden, omdat het je het gewoon helemaal niks vindt. Ja, ik ja, je kan niet tegen jouw baas zeggen... sorry, maar die game is echt zo kut. Dat ga ik, sorry, maar dat ga ik niet doen. Nee, het is jouw taak om uh, games te promoten. En niet zozeer dat je mij belt dat je iets goeds hebt... maar je moet mij bellen en andere mensen bellen van... ik heb die game, heb je interesse om hem te reviewen? En dat lijkt mij gewoon te moeilijk. Dat, dat is een beetje mijn gevoel. Uh, aan de andere kant zie ik ook wel dat heel veel journalisten... uiteindelijk hele goede mensen kunnen zijn voor de pr-kant, omdat ze namelijk weten hoe een journalist denkt, ja, exact. Dat wil ik, dat wilde ik zeggen. Inderdaad, ja. ik was er zelf een, ja, <laughs> een soort van, dus dan weet je een beetje hoe, hoe zo'n gemiddelde nou hoe het op een redactie werkt en hoe het eraan toe gaat. En dat kan je dan in, in je voordeel gebruiken. En ook om te weten hoe je iets gaat benaderen, dat je weet van ja, we kunnen wel dit, dit en dit doen, maar ik weet dat dat bij dat de meeste journalisten dat gewoon dat, dat die daar ergens doorheen prikken of die, ja. die trappen daar niet in, zeg maar. Nee. Uh, en het heeft ook mijn uh, werkwijze zeg maar, wel, wel beïnvloed. Ik weet gewoon sommige dingen van, ja, dat heeft gewoon, ik weet dat dat geen zin heeft, ik weet nee. dat, dat, niet, dat jullie dat niet accepteren, dus dan ga ik het ook niet eens proberen. Ben jij ben dan ook, zeg maar, de, de, inter, de intermediënt tussen jouw bazen en uh, die vooral afgerekend worden op verkoop, en naar de media toe die jouw baas nodig heeft? Want hoe meer er. Of hoe meer promotie, hoe meer jouw game in de, in de publiciteit komt, hoe, ja. meer, hoe groter de kans is dat je het verkoopt. Heb je, is dat, zit jij in een positie dat je ook dan bijvoorbeeld tegen een baas kan zeggen van... Ja, nou goed, sorry hoor, maar ik, ik weet het niet met deze game. Want ik zou nou niet verwachten dat iedereen hier laaiend enthousiast over gaat zijn. Of? Nee, het, het, is, het is niet alsof het bij ons altijd uh, een soort van... Het regent positiviteit en alles moet maar fantastisch zijn. Het is nee. echt niet zo, hoor, want we weten... We zijn ook gewoon mensen en we spelen ook allemaal games. we weten gewoon, als iets minder goed is, dan weten we ook gewoon... Oké, okay, we ja. gaan niet de hemel verwachten als we weten dat het niet een, een, een topding gaat zijn. Nee. Dus moet je gewoon eerlijk zijn. aan je ook, denk ik, jezelf een beetje voor de gek. Nou ja, ik, ik weet dat... jij bent een gamer. Dat, dat weet ik ja. uit ervaring. Uh, ik heb soms mijn twijfels uh, niet over jouw collega. Dus de mensen die uh, PR-manager zijn, hmm. maar daarboven. Ja. Of dat nou... Per definitie gamers zijn, of, of dat die gewoon helemaal hun eigen games niet spelen, alleen ingefluisterd hebben van ik moet de zoveel verkopen. Nou, Calvin, we gaan er maar voor zorgen dat de zoveel verkocht worden. Dat lijkt mij heel moeilijk. Dat, dat, ja, dat is een moeilijk aspect. Ja, je moet ja. het, uiteindelijk moet je het verkopen, ongeacht ja. of het goed is of niet. Ja. Dat is jammer. Maar ik ja, mijn, mijn hoofd gaat dan meer van oké, okay, misschien is het niet voor iedereen, maar alles heeft zijn doelgroep. Ja. Uh, en, en dat is dan een dat weet ik inmiddels wel als, als PR persoon ik denk van oké okay, weet je ik ga het niet zeggen dat het slecht is maar ik ga ik denk van dit is niet dit is voor een bepaald iemand dus het is niet, ja. het is niet voor iedereen nee. um, maar ik ik denk ja ik kan alleen maar voor voor, voor mezelf spreken zeg maar mm -hmm. maar ik, de meeste mensen waar, waar ik mee werk en ja. dat is ook gewoon internationaal dat zijn allemaal gewoon gamers maar het zijn wel allemaal zeker, zeker. allemaal verschillende soort het zijn niet allemaal gamer gamers zeg nee. maar. dus die uh, de hardcore gamers het zijn heel veel verschillende mensen ja en ja, het kan wel als best, best wel zo zijn dat, dat iemand denkt dat vanuit zijn mening denkt, oh, dit gaat een heel groot succes worden, terwijl mm -hmm. misschien iemand anders denkt vanuit pers, perspectief, zeg maar, van, oh, dit, dit, wordt, dit wordt niks. ja uh, En ja, ik, ik, ik vind het, het is, terwijl, ja, je kan wel vaak cynisch denken van, het gaat er helemaal om verkopen. Uiteindelijk is, draait het daar ook om. Uh, maar ik denk dat de meeste mensen ook gewoon een goede game, ook de ontwikkelaars willen gewoon een goede game maken. ze willen, ja. willen geen troep nee. uh, produceren. Nee, absoluut. Uh, maar het, het Soms gebeurt het gewoon, ja, soms lopen omstandigheden op zo'n manier dat het niet uh, ja. wordt zoals je verwacht. Nee, nee dat, 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 dat snap ik ook. Ik vind het ook interessant om jullie uh, perspectieven dan te horen, zeg maar. Want ja. jullie kijken er op een hele andere manier naar dan ik. Uh, Zeker. Of als er een trailer uitkomt of uh, iets zoals E3 niet, niet E3 is geweest en zo. Nee. Uh, vers ja, verschillende mensen kijken op verschillende dingen, manieren naar, naar, naar dingen. En ja. Het maakt het wel heel vaag. Maar, <lacht likewise> nou, nee, ik, ik, nee. Ik, ja. nou kijk, het, 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 volgens mij ook een van de, de dingen die jij moet doen is ook uh, rapportages maken. Ik weet niet of ja. dat zo is, maar Zeker, ja, ja, ik, ja, ik ja, ja drinken, dat is heel belangrijk wil, ja. uh, Dus wat het HQ, dat is zeg maar het overkoepelende, dat is het hoofdkantoor. Uh, die wil van al die landen weten, oké, okay, we hebben deze game, er is een nieuwe trailer van gekomen, of er is een preview van geweten. Wat heeft de pers? Ja. Ervan gezegd en uh, dat verzamel je dan allemaal uh, heel vaak krijg ik ook heb je een quotje. Uh, nou wij werken dan bijvoorbeeld niet met cijfers. dat, dat, is, dat is dat voor jou heel lastig? Ja, voor mij persoonlijk niet, maar voor, inderdaad voor rap, rapportage is het ja. inderdaad... dan willen ze gewoon weten, oké, okay, wat zijn de positieve punten? Wat zijn de negatieve hebt, zeg maar, punten? Joey vond het kut, <laughs> uh, Boris vond het heel vet en ja. Jelle vond het, zat het een beetje tussenin. Ja, het is een beetje... Het is dat, nou, bij jullie is het extra lastig, want als er meerdere mensen zitten inderdaad... Ja. Dan, is het van, oh, dan moet ik het toch als een soort van één uh, stem gaan, gaan ja. distilleren. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Uh, dan kan ik, ook weer een video kijken van een uur nee. Ja, nee, ik, ik, ik snap het, het. Maar uh, dat, bij jullie, ja, ik, dat, ik vind het wel al leuk alsnog om te kijken. Want het is inderdaad, het zegt meer dan een, alleen een tekst van uh, zoveel woorden. ja um, Dat is, ja, het, het is gewoon heel belangrijk. Mensen willen weten wat, uh, wat de reactie ergens op is. ja En uh, wat, ik, wat me opvalt bij internationaal, willen ze heel vaak weten... wat bijvoorbeeld het, het, uh, het sentiment, noemen ze dat dan, is ja. rondom nieuws. Alleen bij ons, nou bij jullie dan wel, want jullie praten over het nieuws natuurlijk de hele yeah. tijd, maar bij de meeste uh, uh, journalistieke websites is het gewoon het nieuws wordt gedeeld. Ja. Yeah. That's it. Er wordt niet echt iets over gezegd. Of so. Nee. Terwijl ik merk in, in Engelstalige dingen wordt er heel vaak nog een soort van een mening aangeplakt. Of ja. Al, ja. Uh, Elder Ring DLC announced and it looks amazing. Nee. Maar bij ons is het gewoon aangekondigd. Ja. Dat is het dan. Is uh, ook denk ik omdat er werken heel weinig mensen nog maar in de media. Dus het is vaak inderdaad één redacteur uh, die vaak Eigenlijk zeg maar de manager is. Dus ook ja. zorgt dat alles binnenkomt. Verder is het heel veel vrijwilligers. En ja, de kwaliteit verschilt. Je kan ook niet al te veel eisen. Dan op een gegeven moment dan is het vaak het bericht komt, weet ik veel, op Eurogamer, uh, GameSpot, IGN, waar het ook vandaan komt. Paste, copy, beetje aangepast. Bam. Het staat online. Ja. In plaats dat je natuurlijk eigenlijk zou willen van je gaat echt op onderzoek uit of nog iets uitzoeken, uh, dat klopt. Dat, dat, dat gebeurt in Nederland bijna niet. En dan krijg je inderdaad gewoon vrij plat. Nou, trailer uitgekomen, uh, dit en dit kan, dat en dat kan ja. niet. En dit is de release date, Ja, dan heb je geen sentiment. Het sentiment zou je eigenlijk dus op social media moeten vinden. Ja, dat klopt. Dus dat is... moet je ook onderzoeken. Dat doe ik en mijn collega, mijn collega doet dat meer dan ik, de community ja. manager. Uh, die, die, is daar echt, die kijkt op onze social media en gewoon in het algemeen. Ik kijk zelf ook altijd want Ik ben ook altijd gewoon heel benieuwd. Ja. Uh, van, ja wat, wat zeggen mensen hier nou over? Ja. En zo interessant. Uh, en soms is het dan, ik vind het lastig om. Soms weet je niet of weten mensen niet genoeg en heb ik al meer gezien dan andere mensen en dan weet ik al gewoon van oké okay, dit gaat de game gaat ongeveer zo uitzien. Ja. Hebben mensen nog maar bijvoorbeeld één trailer gezien mm -hmm. en dan gaan ze allemaal aannames maken van hoe het gaat zijn. Dan denk ik Nee, dat is niet zo. Maar ik kan het niet, nog niet zeggen want het is nog het is nog niet naar buiten gekomen. Ja. Dus dat dan moet ik altijd een beetje mijn lip bijten dat soort dingen. Uh, en het is wel mooi, soms zie je het ook gewoon veranderen. Soms zie je ook gewoon dat de eerste reactie is dat mensen zeggen, het oh, ziet er slecht uit. En dan naarmate er meer uitkomt, of er komt een game van. Oh, dat is ja. een beetje om te draaien. Dat vind ik altijd leuk om te zien. En verandert het ook per land? Zie jij ook bijvoorbeeld het sentiment van Duitsland en Frankrijk, omdat het je collega's um, zijn? Nee, dat, dat kan ik niet echt zien. Ja, ik, nee ik vind het ook niet ja ik heb heb het druk genoeg met onze eigen dingen nee nee ja, <laughs> dus, dat, dat zijn dan ja. weer dingen die ik dan heel interessant vind omdat het, het, het je ziet ook als het, wat zijn de best verkochte games dan zie je bijvoorbeeld in duitsland dat het hele andere games zijn dan in, in nederland en dan weer in engeland is het weer anders kan ik me ook voorstellen wie weet kan sentiment ook uh, regionaal gebonden zijn en zo maar goed dat is dan echt dat zijn de dingen die ik heel interessant zou vinden ja Alleen. Um... Het, is vaak wel, het is vaak wel hetzelfde, hoor. Ja. Het is niet alsof één land dit heel fantastisch vindt en een ander land niet, hoor. Ja. Um, het is het is vaak dat, uh, dat dat ja dat inderdaad zoals ik zei dat ik dat ik dat ik graag meer wil delen informatie wil delen met mensen. Denk ik denk van nee maar. Je mist, ja, een, je mist een deel, maar dat, kan, dat, is, dat is gewoon nog niet aangekondigd. Dus nee, dat, dat snap ik, ja. Dat is dan jammer. Ik zie ook al uh, in ieder geval één uh, vraag in, oh. in de chat ook. Uh, sowieso, als je vragen hebt uh, ja, uh, aan even. mij of uh, juist aan Calvin, ook over het werk, ja. uh, dan stel ze vooral. Als ze niet op geantwoord kan worden, dan laat het ook weten. Want uh, random black dude, dat vind ik ook wel een goede <laughs> vraag. Dat is ook weer, <laughs> ook weer iets uh, waarvan ik denk van, um, dat, dat lijkt mij nou weer heel erg leuk. Kun je feedback geven op trailers voordat ze uitkomen? Ja, dus soms wel. ben jij ook een, een belangrijke pion, omdat je ook gamer bent naar trailers. Dus ik, ik noem maar even wat. Hè. We hebben natuurlijk pas geleden Kingdom Come Deliverance 2, hebben, ja. hebben die, die trailer van gezien. Zie jij die trailer dan al, bewijs van spreken, een maand van tevoren? Van wordt het dan eerst bij jullie neergelegd. Oké, okay, wat al die PR-managers, al die landen, ja. wat vinden jullie ervan? Um, moet ik er goed nadenken? Uh, ja, soms. Het is, ja. Ik werk natuurlijk met heel veel partijen. Ja. De meeste dingen zien wij ook pas wanneer, wanneer jullie het zien. Of we zien het misschien een paar uurtjes van tevoren. Ja. Maar we met, hebben dus, met onze eigen titels, dus van, die ook door veel Silver worden uitgegeven. Dus Dead Island, uh, Kingdom Come, Deliverance, Metro, dat soort dingen. Die zien we vaak wel eerder. Maar wij zijn nog steeds. We Zitten er niet meteen vanaf het echt, het absolute begin al bij. Het wordt nee, vaker... okay. we kunnen wel feedback geven. We sowieso, ja. we kunnen altijd reacties geven. Maar het is niet dat we die halve trailer nog kunnen veranderen. Om te zeggen, dit zit er niet uit of zo. Nee, dat, dat kan niet. Maar we kunnen wel zeker um, ons feedback geven. En er wordt ook, er wordt ook wel wat meegedaan vaker. Als het, ja. als het haalbaar is, dan. Nee, nou ja, ik, 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 ik heb dat nooit helemaal begrepen. Want vaak weet ik wel dat. Zeg maar de hogere baas. Ik heb, met, ik heb bijvoorbeeld voor HomeSoft gewerkt. Met mijn allereerste baantjes, heel lang geleden. Met Henk Hogendoorn die nu... Misschien is die met pensioen. Maar bij Rockstar en bij Take-Two is hij de baas van. Mm -hmm. En ik weet in die tijd dat hij wel vaak uh, naar die kantoren ging. Naar die publishers toe. Of naar de developer zelf. Om alvast te kijken wat die game ja. was. Alleen hij was nooit zo'n gamer. Yep. <laughs> dus hij, ja, hij kijkt ernaar. En dan, dan laat hij zich informeren. Maar dan denk ik van... Maar juist inderdaad... Jij, dus de community managers, de, de PR managers, zijn vaak ook gamers. Waarom worden die mensen dan niet ingevlogen om gewoon, net zoals wij dat doen, hè, online vier uur met een game te spelen? Van, ja. En dan te laten zien: oké, okay, maar jij kent, jij kent de media, jij kent de Nederlandse gamer. Is dit wat? Ja. Dat gebeurt niet. Het, 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 het niet zo leuke antwoord is dat onze regio is best wel klein. Ja, dus het is best wel een. Ik wil niet Holland. zeggen onbelangrijk, maar ja. op de totempaal van. Uh, nou, zoals Europa dan staan mm -hmm. vaak Frankrijk of Engeland. Gewoon, die, staan gewoon, die zijn belangrijker dan wij. Ja. Uh, wat niet wil zeggen dat ik, dat ik helemaal geen invloed heb of zo. Want dat hebben we, we kunnen zeker, zoals ik zei, we kunnen wel feedback geven. Alleen, het, het, ja, de, waar, waar het vandaan komt, zeg maar. Dus het hele planning van die dingen, dat, dat begint gewoon niet bij ons. Dus wij nee. kunnen alleen maar. Dingen over zeggen als het al, als het al gemaakt is of, of deels al, al klaar is en zo. Ja. Uh, maar we krijgen wel eens, ook wel, wel eens de kans om dingen eerder te spelen. Mm -hmm. uh, dat we gewoon een vroeger beeld krijgen, dat we gewoon mee aan, aan de slag kunnen. En ook feedback kunnen geven. Alleen ja, die, die mensen krijgen natuurlijk feedback van zoveel kanten. Van, ja. Niet alleen maar van ons, maar van de interne playtesters en van uh, allerlei andere mensen. Dus ja. Het is niet alsof wij, ik in mijn eentje uh, de hele koers van die game uh, ga apen Dat zou wel leuk vinden. Maar... Nee, nee <laughs> dus, uh, ik, 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 ik las uh, namelijk ook laatst. Dat wist ik helemaal niet. Hè, dus in Amerika met name zijn er ook heel veel journalisten. die worden gewoon ingehuurd door een ja. developer. Ja. om ja. een commercial pre-review te doen. Dus die worden gewoon gevraagd. van, Oké, ga een review maken op basis van deze beeld. Maar alleen voor ons. Ja, dat, dat gebeurt wel eens. Ja, ja want in Nederland gebeurt dat volgens mij nooit niet met Nederlandse journalisten, nee, nee. Klopt. Dat lijkt me nou, dat dat lijkt me nou wel, dat vind ik. Lijkt me wel leuk werk. werk ja, 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 nee, precies. <laughs> lijkt me ook wel leuk om te doen, hoor. Ja. Uh, ja, inderdaad, zo van tevoren. Maar dat is, wel, dat is wel, lastig, hoor, want het moet ook maar net de goede persoon zijn die dan net bij die game past. Zeker, dat is weer. Een, uh... Ja, en, ja, nou, dan zijn wij in Nederland natuurlijk de taal werkt heel erg tegen, want het moet natuurlijk gewoon Engels zijn, want dat is ja. het makkelijkste. En dan ga je al heel gauw naar Amerika toe, en daar zijn genoeg. Ja. Hoogwaardig journalist dat uh, die dat voor ze uh, doen, dan nou, is dat sowieso uh, een spannend moment. Dus op het moment dat de game gelanceerd is, is het dan meteen en uh, het embargo gaat om vier, is het dan meteen f 5 5 f 5 f 5 Ja, sowieso. Ja, uh, dat is natuurlijk altijd het moment dat je denkt. Maar ja, het ding is: het uh, moet wel heel raar zijn. Om, uh, Zit principe... je er wel eens naast dat je denkt: van oké, okay, dit. Ik zit er wel eens 7.8 gemiddeld. En het wordt dan een 4.3, of, of juist ja. heel veel hoger. Ik heb wel eens dat ik dacht van oké, okay, dit gaan mensen uh, niks vinden. En dan werd het ja. ineens werd best wel goed beoordeeld. Of andersom. Maar over het algemeen. Ik denk dat ik zelf best wel kan aanvoelen van oké, okay, ik heb mijn persoonlijke mening, maar ik, ik weet ook wel wat andere mensen ja. waarschijnlijk gaan, gaan zeggen hierover. Uh, maar ik zit er vaak genoeg ook naast, zo dat ik denk van. Maar ja. dat is ook, ook een nadeel van, van in onze uh, branche zitten. Yeah. Op een gegeven moment je moet denk ik te veel oogkleppen krijgen dat je alleen maar naar je, naar je eigen dingen kijkt. Tot, mm -hmm. Soms begin je ook iets, misschien iets te veel in, je, in jezelf geloven, weet je. Nee. Iets te veel. Je werd er heel dag mee bezig en dan ga je het ook wel heel vet vinden. Maar dan, soms moet je ook een stap achteruit nemen. en denken: oké, okay, maar wat vinden andere mensen dan van. Ja. Uh, en soms is het ook met een aankondiging dat je denkt: dit gaat dat wij helemaal dachten, oh, het gaat vet worden. En dan wordt het aangekondigd dan wordt het helemaal <laughs> zeker. ja dat, dat gebeurt wel eens. Ja, gelukkig niet zo vaak. Nee. Uh, het is wel eens gebeurd en dat is dan jammer. Ja. Uh, het, soms zie je het aankomen en soms ook niet. Uh, nee. Ja. Nee, ja, goed. Uh, ik denk dat het dat voor mij hetzelfde is. Ik bedoel, als, als ik denk dat ik samen met het team... gewoon echt die hele toffe video heb gemaakt... of een leuke stream en... Hij wordt niet zo goed bekeken of er is veel commentaar op. En, en vaak is het ook wel terecht, hoor. Van dat we een fout hebben gemaakt of iets, iets niet duidelijk of de vorm was niet goed. Maar dan heb ik het zelf nog gedaan. Ja. Dan kan ik altijd tegen mezelf zeggen: shit man, je hebt het niet goed gedaan. Jij ja, bent afhankelijk ja yeah. <laughs> dat hangt van anderen. Ja, dat hangt allemaal van de game af. En dat zeg ja. ik ook altijd tegen, tegen mijn collega's en zo. Maar ja, uiteindelijk, als de game niet goed is, ja. dan kan je wel uh, ja, uh, drie keer in de lucht springen en een kop, koprol doen en zo. Ja. Maar dan. Dat merk ik ook dus met, met pers. Als, het niet, als de game niet leeft, zo noem ik het dan altijd... Ja. Dan, dan kan je wel uh, op je hoofd gaan staan... maar dan wordt er ook gewoon niet veel over gepraat. Nee. Dat is ja. hoe het is hoe gewoon hoe het zit. En bij hebben we best wel vaak games hebben... die dan wel, die dan wel wat meer niche zijn. Dus daar worden ja. wel mensen gepassioneerd voor zijn. Dus dat, dat is dan wel een voordeel. Mm -hmm. Maar soms is dat ook gewoon moeilijk. Ja, dan moet je het echt... Je kan het, je kan het niet forceren. Nee. Uh, dus dan moet ik ook soms zeggen van... ja, sorry, ik heb het geprobeerd, maar het is gewoon... Ja, als ze het niet boeiend vinden, dan kan ik het niet door de strot Nee, zeg maar. nee dat, dat snap ik ook wel. Van. <laughs> uh, misschien ook wel van leuk, hoor. Van, uh, ja, vroeger waren jullie natuurlijk Koch Media. Ja. Uh, waarom, <laughs> waarom zijn jullie Play On gaan heten eigenlijk? Ik omdat vond het wel leuk. Koch Media. Het is, ik weet niet wat, of, eigenlijk wat de officiële reden is, maar het was volgens mij deels omdat... De helft van de mensen het niet kan uitspreken. Ah, ja, nee. Want het, ja, de Engelsen zeiden altijd Koch Media. Koch Media, ja. Iedereen spreekt het anders uit. Dus ja, het is heel Duits. Koch Media. Ja. Uh, en het was ook een beetje een achterhaalde naam. Want het was, volgens mij, begonnen als, 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 als DVD-distributeur of zo. Ja. En yeah. inmiddels is het, het gaat het alleen maar om gaming bijna. Uh, dus Play-On paste toch iets meer. Het klonk iets moderner. Het past iets meer bij de huidige tijd. Mm -hmm. en, uh, het is ook meer een, een naam die je ergens op wil zetten. Koch Media verscheen nooit... Voor je in een game start. Dat nee, dat, dat een, snap ik wel. Ach, een achtergrondding, weet je. Niemand kent het ook. Want dat is ook niet de bedoeling dat die mensen het kennen. Dat is echt, echt een business-to-business business business, uh, ja. naam. En met Play On is het toch iets meer naar buiten treden. Iets meer van: wij zijn echt een, een publisher. En we hebben een naam en een mollo. Ja. Dat soort dingen. Want jullie doen, doen echt, echt heel veel. Ja. En dus uh, een aantal merken, zoals Ubisoft. Um, ik omschrijf het dan maar even. Zijn jullie gewoon dozenschuivers? Vroeger ja. was, heette dat gewoon de ja, doos. Ik moet dan zo uitleggen aan. aan ja, de ja leg, leg het even. Wat is Playon? Wat is Playon, ja. Play Kijk, in, play on, ja. In, in de basis is Playon een distributeur. Dus wij zorgen ervoor dat de uh, fysieke games. Dat, dat is belangrijk. Fysieke games. Dat die in de winkels liggen. En nou, daar heb je net gehad over. Ja. Geen Dat is, uh, dat is uh, pijnlijk. Maar in ieder geval bij Bob.com en bij de Mediamarkt en dat soort dingen. En ook in België uh, en in Luxemburg. Uh, dat, dat ze te koop zijn. Uh, dat is. Denk ik voor de meeste dingen wat, wat we doen. Dus inderdaad, Ubisoft, daar werken wij voor. Maar in principe zorgen wij inderdaad voor de, de dozen schuiven. Dus dat de game in de winkel. Ja, vroeger noemde dat, dat gewoon dozen ja. schuiven. Ja, dat is dat. Je kreeg heel veel dozen binnen. Ik heb ook voor HomeSoft was een doos. Kreeg je heel veel dozen binnen. Moet je ja. het allemaal weer verpakken ja, in de kleine doosjes nou, ja, Dat, en... dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Maar nee. dat hebben, daar zijn mensen voor. Maar in principe, ja, ja dat is wat wij als bedrijf doen. Uh, en elk land heeft zijn eigen play-on kantoor En wat het dan verwarrend soms maakt voor heel veel mensen. Is dat sommige kantoren dan bepaalde publishers wel. Sommigen doen niet. Volgens sommige landen doen ze Square Enix. Ja. Uh, sommige landen doen ze ook Bethesda. Nou, dat doen wij dan niet. Nee. Uh, en wij doen dan weer bijvoorbeeld uh, wat, wat wij wel doen. Uh, bijvoorbeeld Capcom doen wij en dat doen andere landen dan weer niet. Ja. Dus, dus dat is voor, <laughs> dan voor jullie vooral soms heel verwarrend van wat wij dan wel niet doen. En het is nog verwarrender... want soms doen wij ook marketing en PR. Dus zorgen ervoor dat dus de viewcodes bij mensen uh, aanwezig zijn. Een uh, andere keren weer niet. Dan nee. is het weer bijna van het bureau of uh, doen, doen, die, doen die bedrijven het zelf. Dus uh, ja. Maar, maar jullie hebben ook een aantal zoals uh, volgens mij Deep Silver. Ja, uh, oh, ja, ja. Daar dat, doe je dan ook echt alles voor. Dus ja. daar is ook digitale verkoop belangrijk. Toch? Ja, wij, ja, daar zijn wij echt de publisher van. Dat okay. zijn niet heel veel uh, titels. Dus het meeste wat we doen is inderdaad... dus het doodschrijven voor andere dingen. Mm -hmm. uh, voor de eigen gepubliceerde games... dus van inderdaad Deep Silver en, oh, en of PlayOn... Uh, dat is echt volledig van ons. Dus daar zijn we ook veel meer bij uh, betrokken. Mm -hmm. Heb ik ook, zoals we net zei, veel, veel meer invloed op wat, ja. wat er verder gebeurt. Wij kunnen echt veel meer feedback daarop geven. Uh, en uh, daar... Uh, Moet ik even goed nadenken. Gaat het, ook, gaat het inderdaad ook om digitaal? Ja. Ja, nee, precies. Uh, inderdaad, een digitale Capcom-game, daar hebben wij helemaal niks aan. In principe. Uh, als in, daar, daar verdienen wij niks aan. Uh, het, het, daar gaat het puur om de boxed games, maar voor onze eigen titels is het alles. Ja, en... Nou is het misschien wel leuk, want... Ja, ik bedoel diep zilver. Ik bedoel, volgens mij Kingdom Come, dat is ook een eigen ja. titel. Nou, ja. even de dingen. Want de bekendste denk... zijn, zijn Kingdom Come, Metro, Saints Row en Dead, eindje, Island Dead, Dead Island. Ja. Ik denk namelijk dat dit een, 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 een grote hit uh, uh, kan gaan worden. Het is altijd een beetje afwachten. Nou, dat hopen het, we. Het <laughs> vorige deel was um, een beetje buggy uh, bij de launch. Um, maar je ziet nu ook... Dat, dat is ook wel interessant, want ik, omdat ik natuurlijk al 27 jaar doet. Vroeger, als een game kut was, dan was je kut en dan werd het ook nooit beter. Want ja, schrijven, mm -hmm. ja, ja, oké, okay, niet goed. Nu zou je kunnen zeggen dat, dat games hebben een langere looptijd, dus het kan gepatcht worden. Ja. Hoe doe je dat dan in hemelsnaam als PR medewerker Want je hebt je eerste moment, oké, okay, de game is uit. Oh, mm, oké, okay, met uh, een critic een 5,4 want mm. buggy. Oké. Okay. Ja. Vaak heb jij een heel traject. Oh, Oké, okay, dan ga ik eerst dit doen en da daarna komt een giveaway en dan heb ik nog een actie met die en dan, uh, dan komt de DLC uit. Maar opeens kan het allemaal van tafel. Ja. Omdat het eerst, ja, die game ja. moet goed worden. <laughs> ja. Uh, nou ja, je hebt natuurlijk uh, bijvoorbeeld Cyberpunk, denk ik, de bekendste van, ja, het launch niet helemaal goed. En dan nee. moet je dat zien te... Het is heel moeilijk om überhaupt dat mensen vast te houden, dat ze het niet na, na een week al wegleggen en ik nee, ja. hoef nooit meer te zien. Dus op de, als in de, de, dus de spelerkant, ja, maar als in perskant is het heel moeilijk, bijna onmogelijk om mensen het iets nog een keer te laten reviewen. Deden jullie cyberpunk? Nee, nee, oh, oké, okay, ik bedoel, nee, dat is een bekende, die yeah, je ja, ja, bekend. ja, uh, of hun review te laten updaten, mm -hmm. of, of weet je, dat, dat gebeurt bijna nooit. Uh, of tenminste, dat is heel moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat ze het moeten doen. Ja. <laughs> uh, de meeste mensen hebben daar geen zin in. Want inderdaad, ook, ook voor jullie het moment is al geweest. Mm -hmm. En misschien als zo'n game niet meer leeft, dan is het voor jullie ook geen waarde om nog meer aandacht. Behalve als het een soort van. Phoenix uit de as is, zoals Cyberpunk... ...van, oh, ineens is de ja. game heel goed geworden. Nee, dat is waar. Ja, uh. ik denk dat GameKings is natuurlijk ook... ...een beetje een iets andere mede... ...dat we niet zo traditioneel zijn... ...en juist dingen vanuit onze eigen passie... ...blijven volgen. En daardoor, ja Cyberpunk hebben we echt... We, ...want het, we zagen wel dat het goed was... ...maar het was gewoon... ...de technische staat was heel slecht... ...zijn we het echt wel blijven volgen. Daar hebben we ook de ruimte voor. Um, maar het lijkt me wel interessant van... ...ja, hoe ga je dan schakelen, weet je wel? Van, um, dan, dan is het waarschijnlijk ook echt is dan ook een zekere kwaadheid vanuit publishing kant van jongens die game is niet goed. Hoe nou dit nou? Je hebt soms dat je gewoon je een beetje blind staat dat je echt denkt van oh dit gaat dat je er zelf helemaal in zit, je bent er in ja. gaan geloven, en je denkt oh dat gaat vet worden. Maar dan iemand die die het voor het eerst voor zich krijgt, die ziet die ziet meteen alle foutjes die jij misschien niet hebt gezien. Ja. Als als ontwikkelaar zelfs weet je dat je dus, dat je dat je denkt, oh dit, dit gaat hem worden en dan gaan de fans er mee aan de slag of of, of gewoon willekeurig mensen ja. en die zien dan ineens van dit is niet wat ik had verwacht, of dit is totaal niet wat, wat, wat ik wilde. Nee. En uh, wat was je vraag eigenlijk? <laughs> nee, ik, ik kan me voorstellen <laughs> dat. dat uh, ik kan als journalist. Uh, kan ik nooit begrijpen. waarom een game. in een bepaalde staat. zoals cyber, uh, Cyberpunk. is uitgebracht. Dat, dat wat ik al zeg. als jij jouw PR-mensen het laat spelen... als jij uh, uh, Q&A-teams uh, hebt die ja. dat testen... no fucking way dat zij dat niet zien. En dan blijkbaar wordt het van boven doorgedrukt. Dan kan ik me voorstellen dat jij als PR zoiets hebt van... dude, ik moet het verkopen en ja. jij geeft mij dit product. Wat, ja, wat, ja, wat ja, dat, moet ik dan? Ja, daar moet je mee zien te leven. Ja. Ja, dat, is, dat is lastig. Ja, dat ja, soms, lijkt mij dus zo moeilijk. Dat is moeilijk. Dat, ja. Is, ja, dat is inderdaad zeker, want ik zelf... dus ook, ook heel veel Er Dus inderdaad, als ik zelf al merk... dit is niet dit zou ik zelf niet spelen of dit zou, ja, dan of ik weet gewoon van als ik dit zou reviewen zou ik dit waarschijnlijk ook uh, uh, geen voldoende geven dat is heel moeilijk maar ja het, het hoort erbij je moet het toch uh, uh, toch uh, aanprijzen en proberen zo goed mogelijk te presenteren ja. Um, want ja ik kan niet van tevoren al gaan zeggen ja jongens oké okay, nou jee, ik heb een game voor je die is helemaal kut. Ja. <laughs> Uh, uh, maar ik heb hem toch voor je. Dus ja, veel plezier ermee. Nee, dat, dat ga je nee, niet doen. Nee, dat, 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 ga je dat niet snap doen. ik. Maar zijn PR-trajecten, dus de promotietraject van de game... Is, is, is ook langer dan dat het... Ja, dat kan je misschien moeilijk, omdat je natuurlijk niet 15 jaar geleden er al werkte. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat vroeger was... Je had een hele kleine window. Twee, drie weken van tevoren. Launch. En dan was het ook al de eerste twee is, is weken... Nog steeds, werd, is nog steeds wel zo. Ja. Dat, de, de launch is gewoon het belangrijkste moment. Ja. Uh, behalve als je natuurlijk een multiplayer game hebt. Maar een singleplayer game is het gewoon... Het moet uitkomen... Ja, er komt zoveel uit. Dus yeah. je hebt je momentje van aandacht. Ja. En als dat niet goed is, dan heb je gewoon vet pech. En dan maar gaan ik, mensen aan de volgende game verder. Ik kan maar, bij Kingdom Come kan ik, dat lijkt mij namelijk een, 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 een titel die. Ja, die is al lange lang termijn. Doorloopt, ja. Dat heel veel mensen denken van, ja, dat wil ik wel spelen, maar dan komt er zo'n fucking blockbuster aan. En ze zeggen, oké, okay, dan ga ik eerst even mijn geld aan, maar ik, ik hou hem in de gaten, weet je wel. En dat ze hem dan daarna kopen. Uh, dat kan ja, som, ja, soms, kijk als. als het is bij het niet super goed, doet maar ja. nou, inderdaad. er komen updates en het wordt, begint een beetje een soort cult ding te worden. Dat gebeurt ook wel eens, ja. Um, en en dat, dat mensen het over tijd vinden. Oh, het is een uitverkoop, ik ga het proberen. Dat, dat gebeurt ook wel. En er zijn ook heel veel games die pas succesvol worden wanneer het uh, uh, een jaar later is of zo. Dat gebeurt wel eens, maar het launch is vaak wel echt het belangrijkste moment hoor. Dat ja. is gewoon dan zie je alle recenties online komen. Dan krijg je de vette trailers. Dan krijg je mm -hmm. gewoon alle dat is dat moment, ja. Uh, en, wij hebben best wel, denk ik, mazzel gehad met veel games die gewoon wel op launch wel goed waren. Uh, of in ieder geval, ja. Dus dat vind ik dan. Ja, ik ben ook altijd een beetje van mensen. Misschien omdat ik ook te veel in zit, Dat ik denk mensen klagen soms een beetje te veel. Ja, ja, ja. Uh, maar. dat mag dat je mag. ook gewoon doen. Ik bedoel, ja. als je iets niet, niet, niet vet vindt, dan moet je het ook gewoon niet kopen. Ik bedoel, vind dat je dat is... wij te veel klagen? Te uh, veel klaar, zo altijd. Je moet al, nee hoor. Nou ja, dan. Nee Dat mag je rustig <laughs> nee. zeggen hoor. Nee, nou, weet je, ik vind het ook gewoon belangrijk dat het, het moet niet één grote uh, uh, schouderklop-festijn worden van alles. Oh, is nee. fantastisch. Want soms is er iets ook gewoon iets minder goed en dan moet je het ook gewoon kunnen zeggen. Ja. Uh, eh, en dat is dan mijn. Nou, dat is altijd mijn ding, want ik. Wat ik ook journalist ben geweest, dat ik weet gewoon van ja, als iets gewoon niet goed is, dan, dan is het gewoon niet goed. Nee. En dan heb ik altijd mensen een beetje terug. Of te, te overtuigen in ieder geval van ja, je kan we van alles proberen, maar als het niet goed is, is het niet goed. Dus nee. dan kan je er verder niks... En het Ja, soms heb je wel eens dat, dat ik uh, review lees of kijk... en ik denk van, ja, dit is... Ik ben het gewoon niet mee eens. Nee. Ja, dat Ik en vind... vind... Um, dan, ja, ik, ik ben zelf... Ik hou niet van mensen dan... Ik, ik ga jou niet opbellen en zeggen van, ja, wat is dit nou weer? Het ja. is veel te slecht, want het is ook maar een mening. En... Maar wat als jij nou... Ik, ik heb dat wel eens een keer gehad hoor. Heel ver verleden uh, met iemand die bij iemand uh, het idee had. En dat was volgens mij nog in de power-limited tijd van... Uh, je hebt die game helemaal niet gespeeld. Dat er klopt niks van wat jij in die review had gezet. En die man was, was als, het, als het ja, Ik heb het nog niet gezien als het zo ver is. Ja. Dat ik denk van deze persoon heeft gewoon inderdaad dat zijn duim gezogen. Ja. Dan, dan zou ik er wel iets van zeggen. Dan zou ik in ieder geval die vragen van ja uitleg van wat is er aan de hand. Ja. Maar heel vaak dan is het inderdaad iets lager scoren of een andere ja. mening had verwacht. Dan ga ik daarna luisteren of dan lees ik het en denk ik ja, ja. Snap, ik snap het wel. Nou, goede vraag <laughs> van, uh, van Spuugvuur. Welke game had jij veel van verwacht, maar heeft uiteindelijk niet de aandacht gekregen die je wilde? A nou, uh, aandacht, dat is een goede vraag. Ik heb ja. wel, ik bedoel, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet echt voor 1, 2, 3 nu een voorbeeld van een game waar we dan heel veel aandacht voor. Meestal de meeste dingen die we uitbrengen, waar we veel van verwachten, weten we ook van, oké. Okay, een Capcom-game, Street Fighter of zo, weet je. Ja. Daar gaan mensen over hebben, want Street Fighter. Um, ik had wel met, uh, een paar jaar geleden, met Saints Row. Dat okay. ik, wij van tevoren, vonden het er goed uitzien. Toen ja. werd het aangekondigd en het werd echt afgebrand. Ja. En toen het uitkwam, werd het echt afgebrand. Tenminste, ja, ja, het was, ja het was, de reactie was vrij negatief. Ja, dat was vrij negatief. Uh, dat voelde me toen wel tegen. Ik dacht van, ja, het is ook niet mijn favoriete game of zo, maar ik... ik ik kon me er niet, ook niet helemaal in vinden. Mensen gingen wel heel ver met, met, het, met het negatief. Maar goed, mm -hmm. dat is misschien wat ik er dan heel erg in zit, weet je. En, en, dat, maar dat, dat, dat viel mij tegen. Ik dacht van, oh man, mensen zijn echt, die vinden het echt, echt slecht. Dat ik dacht. Ja, nou, ik denk dat mensen ook misschien boos zijn, omdat dat weegt dan mee dat, dat Saints ooit was ooit heel vet en dat het niet meer dat is wat het geworden is en dat, dat mensen het dan ja, dubbel de, aanrekenen. Ja, de, de toon was zo anders. En ja. ik heb me daar ook een beetje verkeerd. Ik dacht van, mensen, dat dat, dat niet dat dat niet uh, aansloeg bij mensen. Ja. Uh, maar goed, ik was ook niet de zelfs de, zelf de grootste Saints Row fan of zo. Dus misschien daarom ook, hoor. Dat ik dat ja. zelf niet zo in zat uh, als andere mensen. Maar ja, dat was, dat, dat was echt misschien wel het grootste voorbeeld... van dat ik het zelf vond, vond tegenvallen. Echt, van, ah, ik ja. had hier wel meer van verwacht. Of, of in ieder geval iets anders van verwacht. Nee. Cool. Uh, ja, misschien moet ik ook een rondje vragen naar mij toe. Want uh, als ja. dan, dan ik heel veel van jou heb, ik, ik, ik kan het doorgaan ja Zeker weten. Zeker weten. Als, als er als ze ze dus moeten. vragen zijn, mag ook aan mij zijn ja. over mijn, mijn weet ik wel, de werk, wat ik allemaal gedaan heb. Maar ook aan Calvin, ja. zet het er gewoon bij. Ik, ik, ik bij. houd het een beetje bij. Iemand vraagt, heb je wel eens in een game een slechte review score? Nou, jullie doen geen scores allemaal. Of een slechte nee. beoordeling of een slechte review gegeven waar je het dan later spijt van had dat je terugkeek en dat je dacht, oh ik had het eigenlijk fout. Uh, ja, even, ik... wel. Zeker, ja, nou, ik, ik kijk, be, berucht bij mij is natuurlijk Shenmue. Shenmue. Uh, Shenmue. Shenmue. Shenmue? Shenmue <laughs> uh, die had ik een 6,5 gegeven of zo. Omdat ik. Dacht, wie wilde nou een open wereld? Het is helemaal niet leuk, weet je. Ik was heel erg van de lineair. En eigenlijk was ik niet het persoon wat die game had moeten testen. Dat was nog voor Power Limit. Toen werd er één iemand opgezet. Dat is mm -hmm. exact ook een van de redenen waarin. Die hele groep Boris, Rubens, Kate, op een gegeven moment had van we moeten die cijfers, weet je, en we, we deden ook al fucking cijfers voor voor previews in die tijd. Het was waanzin. Ja, oh, dat klopt inderdaad. Ja, cijfers voor previews. Ja, precies. Ja, ja. Dat, 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 dat was niet slim. Dus daar ben ik tot op de dag aan vandaag. Kom ik nog wel eens mensen in de trein tegen die dan opeens weer over dat cijfer beginnen. Weet je, denkt van, ah, fuck. Ja, ja. Dat, dat snap ik echt niet. Ik denk van, dat iemand een nee, andere ik mening heb pijn heeft over gedaan een, hoor. Ja, echt alsof je een, nee, een, een, ja. een hond hebt doodgetrapt of zo. Ik denk, Jezus, dat is gewoon een mening over een game. Ja, maar <laughs> zo belangrijk ja. is dat ook weer niet. Ik snap het in die <laughs> tijd? Want in die tijd was Power Limited en, en op een gegeven moment ook GameKings was wel. Dat was het, weet je wel. Ik bedoel, er was niet veel anders. Dat was het medium. Dus als. Dat, dat, dat vind ik altijd wat leuk. Want dat is waarom kijken mensen naar game media. Is omdat ze hun eigen mening willen toetsen aan datgene wat iemand zegt. En omdat ze ons zo mee opgegroeid zijn. Hebben ze een bepaalde verwachting, een bepaalde smaak. Kennen ze dan? En dan valt iets uit de ja. toon. En, en ik vind het ook wel leuk hoor. Het geeft ook wel aan. Wat, als, als niemand er wat van had gezegd, dat betekent ook dat niemand überhaupt boeit wat ik dat zeg. Waar. Of wat mensen geven meen... wel waarde aan je mening. Geef waarde ja, aan je ja, mening. Ja. En, en eigenlijk zat ik er ook gewoon wel naast. En um, games maar... review is ook gewoon best wel. Wat mensen onderschatten is, zeker voor ons, omdat wij altijd met meerdere mensen uh, uh, een game review. Kijk, normaal krijg je één code. Nou, bij, bij jou kan ik meestal ook nog wel een tweede code krijgen, maar op een gegeven moment houdt het op. Want jij hebt jij krijgt een, een excel met zoveel codes en dan moet je het mee doen ja, voor ja. alle influencers en media. Dus op een gegeven moment houdt het op. Ja, dan, dan moeten we dus, oké, okay, dan hebben we helemaal schemas. En jij gaat smiddags dan op dat account en dan ga jij s'avonds. project. Je bent aan, op tempo aan het spelen. Ja. En Metro bijvoorbeeld is echt een van mijn all-time favorite ja. series, omdat ik hou heel erg van die Oost-Europese uh, grauwe uh, ship. Doe ik kijk enorm uit naar Stalker, dat vind ja, ik ja, vet. dezelfde vibe, ja, en het liefst. Kijk ik dan om me heen, Omdat die series hebben ook mooie Vista's en zo, maar dat kan niet, want je moet gaan, ja, gaan, ja, gaan, gaan, ja. gaan, gaan, gaan. Dat uh, viel mij ook tegen toen ik dat, toen ik dat deed. Uh, ik heb ooit een keertje Middle-earth Solid 5 een weekend of zo moeten uitspelen, omdat ja. ik geen code had gekregen en ik had hem eerder binnen dat hij uit was of zo. Toen heb ik hem echt. Ik heb hem niet uitgespeeld, dat kan niet, maar het was gewoon more than tempo. Dat, was ook, dan, dat heeft wel invloed op je ervaring. Nou, ja, precies, en dan, ja. dan mis je soms dingen. En als je dan een later keer speelt... dan denk je, ja, fuck, in, in, in hindsight. Um... Ja, had ik het misschien anders? En daarom ben ik zo blij dat wij geen cijfers doen, maar dat je een, een, een mening geeft van dit is mijn gevoel. En, en, en ik, ik ga ook altijd niet zo goed op mensen die zeggen van ja, je moet objectief zijn. Nee, fuck that. nee, Bro, nee. Dit, dat staat het gaat op. om smaak. Het is mijn smaak en daar ja. toets je het aan. En gelukkig doen we het dan met z'n twee of z'n drieën. Dus hij doet zijn smaak en dan heb je een discussie zoals je dat. Oh, dat is een mooie auto. Nee, het is helemaal geen mooie auto. Ja, waarom dan niet? Ja, die bumper is lelijk. Nou, dat is met games ook zo. Ja, ik vind dit mooi, ja, ik vind het er niet uitzien. Ik, heb, ik Merk je ja, oké, okay, dit vraag dan, ja? als reactie daarop. Ik merk altijd een beetje dat mensen uh, die niet hier in de industrie werken, zeg maar, ook niet als, als journalist, dat die een beetje. Uh, dat, dat je het eigenlijk bijna nooit goed kan doen met een review. Want als je iets. Nee. Uh, als je Ubisoft game een 8,5 geeft, dan zeggen ze. je bent vertaald door Ubisoft. Ja. En als je dat dan een 5 geeft, dan zeggen ze. Uh, die weet niks van games af. Dus je kan, je kan eigenlijk nooit goed. Hè. Het is heel moeilijk. Daarom moet je er ook geen cijfer aan hangen, maar gewoon zorgen, en, en dat hebben we met Gamekings vrij bewust gedaan, van ja. oké, okay, ook kijken naar nou, van oké, okay, maar weet je wel, de, 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 mensen vragen bijvoorbeeld Elden Ring, weet je wel, van ja, waarom zet je mij er nou bij, of waarom zet je Jelle erbij? Omdat Jelle en of ik, iemand die dus dat niet kan spelen, omdat die gewoon zo snel gefrustreerd raakt, is een onderdeel van de complete gamergroep, weet ja, je wel? Ja. Uh, I ik denk dat iedereen geïntegreerd is door Elden Ring. Ik denk serieus, als ik de cijfers hoor dat 40% uh, voorbij die baas was die je nodig had om in de DLC te komen, dan weet ik heel veel mensen hebben dat gekocht. Want die zien allemaal 9,5. Al dan moet ik dat ook hebben. Ja, gaan ja. spelen, komen niet voorbij die eerste baas en denken: fuck die shit, weet je, dat hoef ik helemaal niet. Wij representeren die doelgroep. En aan de andere kant heb je Skate en Steven die zeggen: ah, man, het vetste wat er is, weet je, ja. maar je moet doorgaan. en... Die dynamiek, die vind ik interessant. Maar op het moment als je mij een cijfer laat geven... zal ik het misschien, zoals Eurogamer, een 7 geven. Want ja, het is gewoon veel te moeilijk. En, 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 en de andere geeft een 10. En dan wordt het opeens een absoluut gegeven. Maar daar zit ook een beetje... Daar zit toch ook waarde in? Kijk, je denkt misschien... ik wil alleen maar tienen voor alles. Maar als iemand een keer een wat lager cijfer geeft... Ik, ik wil niet dat iemand een game koopt... en dan nadenkt van... oh, dit is totaal niet wat ik had verwacht. Of het is totaal niet wat, iets wat bij mij past. Yeah. Maar omdat het overal een heel hoog cijfer had... heb ik het maar gekocht. Ik heb... Liever gewoon dat mensen goed geïnformeerd zijn en dat ze gewoon iets kopen omdat ze denken: van oh ja, jij, jij, jouw mening ken ik en Maar ja, en jouw daar, mening kan... daar is smaak zo belangrijk. Ja. En, daar, en, en zeker in de Nederlandse media, en, en nogmaals, het is geen onwil, maar omdat, omdat er gewoon heel weinig betaalde spots zijn, is het verloop gigantisch hoog. Dus je leert eigenlijk nooit iemand zijn smaak kennen. Ja. Bij ons heb je dat dus wel, omdat mensen al 10, 20 jaar hier zitten. En op een gegeven moment weet je van, oké, okay, maar Jelle heeft geen geduld. Of JJ heeft geen geduld, maar die vindt dit weer heel erg leuk. En Jelle vindt dat weer heel leuk. En Kevin, die vindt juist die innovatie heel erg uh, interessant. En Steven zegt, ja, Uncharted zal wel een vette game zijn. Er zit nul uitdaging in, dus ja, boeien. Alles representeert een bepaalde type gamer. En dat, dat maakt het interessant. En dat zou ik meer willen lezen. Ik vind die reviews ook met één mening... vind ik vaak niet zo interessant... omdat je alle andere meningen uitsluit. En ik, ik snap ook niet van... ik kan ook wel zien bijvoorbeeld dat... weet ik veel, een Metroid... heel goed in elkaar zit, objectief. Ja. Maar ik ga het niet spelen... omdat het me niet... het boeit me niet mm -hmm. zo... Maar dat wil niet zeggen dat die game niet goed is. Hoe ga, hoe ga ik dat dan hemelsnaam reviewen, weet je wel? Je, je kan het op twee manieren bekijken, denk ik. Aan de ene kant kan je zeggen, oké, okay, dat is ook altijd wel lastig, ook als je, misschien voor jou ook. Want ja. als je iets alleen maar aan, aan een gigantische fanboy geeft, om het zo te zeggen. Ja. Dat is voor mij heel leuk, want die gaat er waarschijnlijk een goed cijfer geven. Ja. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, je, je geeft het aan iemand die het misschien uh, wat minder bekend mee is. En daarom een andere blik erop heeft, met de... De, misschien de valkuil, dat hij het misschien helemaal niet snapt en het allemaal afbrandt, terwijl het misschien niet, niet terecht is. Zeg maar. Dat ja. zou ook kunnen. Uh, nou, als, als. Kijk, ik bedoel, de meeste media heeft gewoon één cijfer. En dan, als ik in jouw schoenen zou staan, zou ik het niet tof vinden van, oké, okay, Pietje, die speelt deze games altijd. Die snapt alles van RPG's. Maar we gaan het even een keertje met Jantje doen. Die doet alleen maar race games. Maar die geven we nu een keer Kingdom Come Deliverance Ja, ja, ja. is ook leuk om misschien. Te... Maar... Nee, want die geeft één cijfer. Ja, Ja. Dus dat, 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 dat vind ik wel moeilijk, maar jij hebt nul invloed volgens mij op wie het gaat reviewen. Um, nou ja, nee, in principe niet. Nee, nee, nee. Dat, dat wil ik ook in principe ook geen invloed op hebben, hoor, want dat zijn kant van: ik, ik, ik vertrouw op jullie ja. expertise en jullie kennis van jullie mensen, zeg maar, om, uh, om daar gewoon een goede persoon voor uit te kiezen. En ja, ik ben ook daarom, ik wil, ik wil me nooit bemoeien met cijfers. Ik denk altijd. Van, ik kan het niet mee eens zijn. Maar, bal was, ja. als het was, het, het, het echt heel raar is. Of echt heel fout of zo. Mm -hmm. Maar meestal, ja. Een mening is een mening. En dan kun je het mee eens zijn. Maar ja. ja het absoluut. kan gebeuren. Het kan gebeuren. Uh, ik zie twee vragen. Eentje uh, bij de GameKings is. Uh, van Tomorrow eat it eat Is het soms lastig om een game te beoordelen als gamesjournalist? Uh, nee. Maar dat, dat komt ook omdat ik het al zo lang doe. Dat je moet op een gegeven moment wel. Hoe um, moet ik dat nou zeggen? Van, je moet het ook niet te zwaar maken, die taak. Van, ik, ik, ik heb zoiets van: het is maar een mening. Het is mijn mening. En omdat ik er ook geen cijfer aan hang, dus het is niet de absolute waar. Het is mijn mening. En daar stellen we andere meningen tegenover aan. Jullie zijn ook allemaal volwassen mensen. Vandaag de dag, 20 jaar geleden, moest je wel op Power Limit of Game Kings vertrouwen. Want Iemand anders had die game nooit gezien. Je kan demo's spelen uh, op YouTube. Je kan streamers kijken. Denk ik gewoon van, dude, uh, neem onze mening mee in je overweging. Ga lekker ook naar streams kijken. En op ja. een gegeven moment weet je wel of een game. Dus ik maak het mezelf ook niet te zwaar. Uh, vroeger was dat misschien wel anders. En ja, met name dat cijfertjes maken met... Als er dan ook nog een decimaal achter moest. dat, dat Ja, daar kan ik wel een beetje vroeger in die tijd was het altijd gewoon van... oké, okay, het wordt een 7, um, 3 7.3, mm -hmm. weet je. Bedoel, hoe ga je in hemelsnaam om decimaal iets... Ja, iets... dat is ook <laughs> altijd dat ik denk van... maak dat uit, het decimaal, toch? <laughs> ja. Precies, dat is een beetje dit uh, ding. Dus uh, nee, voor mij is dat niet meer zo lastig. Ik wil het wel zo goed mogelijk... ik wil vooral een leuk verhaal vertellen... en mijn passie of teleurstelling kunnen overbrengen. En Goes bij jou, die zegt... welke studio zou je graag nog onder Playon zien? Geen idee, dat vind ik heel lastig te zeggen. Rockstar. Ja, sure, Lekker <laughs> veel GTA verkopen. Ja, ik weet niet, Ik heb niet echt één. Ik ben ook zo'n fan van studio's. Want. Nee? Uh, ja, dat is misschien. Ah, maar mijn... het is vast wel. Als je, als je nou één. Als je denkt van. Oké, okay, nou goed, laat het ons. Wat is jouw favoriete game franchise? Mijn favoriete franchise. Ja. Oh, dat weet ik echt niet. Dat vind ik moet zeggen. Nee? Ik, mijn favoriete game is uh, Star Fox uh, 64. Echt heel willekeurig. Oh, wauw, Ja. Maar, dat is niet per se mijn favoriete franchise. Dat nee. is gewoon wel mijn. Uh, want hey, die franchise is ook een beetje dood. Ik, ja, ik weet het niet. Ik heb misschien Resident Evil, maar ik weet het niet zeker. Want ik hou van heel veel dus, dingen. Maar ook heel hoog. En. Hoor. en uh, ja, ik, ik. Onbewoond eiland, één game. Nou, we gaan gewoon hard zijn hoor. Dat. Ik geen even antwoord ook kan geven. Ik vind het heel moeilijk. Nee, ja, nee, dat ik ben iemand die heel uh, vaak verschillende dingen. Als je nog in de media wil werken, ooit oh, is dit je moment. Uh, dan, dan moet je <laughs> kunnen kiezen. Dan zou het wel saai zijn. Dan zou het okay. eigenlijk die game gaan. Want die kan je heel vaak opnieuw. Die heeft wel replayability, zeg maar. Dus dat zou ik dan kiezen. En jij? Uh, ik vind het beste wat ik ooit gespeeld heb. Wat de meeste impact is. Is, is, is denk ik wel de laatste van serie okay. 1 en 2. Ja, dat vond ik echt uh, heel erg indrukwekkend om uh, um, um, um te spelen verhaal, uh, de twist met name in twee. Ik, ik behoor dan tot de groep die dat allemaal weer niet zo erg vond. Je hebt een groep die dat allemaal vreselijk vond. Ik ja. vond het juist uh, te bizar voor woorden. Um, dat heeft wel echt heel veel indruk op mij gemaakt, uh, uh, die serie. Um, maar als ik dan op een onbewoond eiland zou zitten, dan zal het waarschijnlijk, ja, dan wordt het toch heel flauw. Dan wordt het of een, of een Call of Duty of een FIFA, omdat ik dan, er moet wel internet zijn op dat onbewoonde eiland. Okay, en dan okay. kan ik gewoon mijn potje spelen. Daar, daar, daar kom ik, op een gegeven moment is het dan ook wel. Okay. Klaar, maar um, maar dat moet toch wel een, een studio zijn dat je denkt van nou ah, wauw als 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 die uh, als ze als ze unlimited funding hadden waar zou je nou waar Was zou de, je okay, heel ik graag ik, de PR voor doen Zij je bijvoorbeeld hebben ja ik, dat ik maak ik nog we nog heel veel dus in principe is het niet heel veel meer ja Konami misschien want nee, die, ja. die brengen nog wel dingen uit die ik heel leuk vind dus oké okay. dan wel dat die doen we dan weer niet uh, ik denk qua studio misschien die studio van, van Persona lijkt me wel leuk. Dus Atlas lijkt me ja. wel graag. Want die maken wel echt kwaliteit en die weten waar ze mee bezig zijn. En ze hebben wel potentie om nog, nog te groeien, om nog meer te maken. Ja, dat dat is denk ik mijn eerste... Is wel... Ik van het wel grappig. Het is Altijd, de dus die mailwisseling die ik dan met jou hebben, het is altijd een hele moeilijke titel. Gelukkig hebben wij Skate die dit heel erg leuk vindt. En, ja. en Kevin ook wel. Maar het is echt zo'n titel: je hebt er iets mee of je hebt er echt ook helemaal niks mee. Ja, nee, dat is, dus uh... ik kan me wel voorstellen dat er ook media is dat je denkt. Van, ja, hoe ga ik dit nou hemelsnaam bij die mensen neerleggen? Want het is, het is wel een lastige game. Ja, nee dat, dat is ook. Dat is wel een uitdaging. Soms, soms is een game heel niche. En dan ja. is iets bij ons in, in, in Benelux Nederland België, als dat niche is, dan is het nog, nog kleiner dan bij andere, ja. uh, bij, bij andere landen, zeg maar. Want in Amerika bijvoorbeeld, ja, heb je de niche van de anime fans. Maar er zijn nog steeds best wel veel mensen. Ja. Bij ons zijn dat deur in verhouding een stuk minder. <laughs> ja, nee, dat, dat, dat snap ik ook wel. Uh, vraag. Ook uit jullie chat. De naam weet ik niet. Meer, hij komt via SKA binnen. Jullie community manager is. Uh, welke game expo heb je de mooiste herinneringen aan? En uh, heel aan het begin was er ook een vraag. Uh, staat uh, PlayOn uh, play op de Gamescom? En uh, wie weet mag je dat nog helemaal niet Daar zeggen. Kan ik niet Daar zeggen. kan je nog niks over zeggen. Daar je nog niks over zeggen. Vind jij het als persoon belangrijk dat een uitgever op evenementen staat nog? Dus eerste vraag, wat was jouw favoriete game-expo? Ja, dat was van jou volgens mij. Zeg je? Voor mij is het de E3 2018, dat is de enige E3 waar ik ooit ben geweest. Ja, uh, heb je hebt het nog wel meegemaakt. Dus. Ja, De ene laatste volgens mij. Ja. Uh, dus dit is heel simpel. Dat, ja. Toen mocht ik er een, de eerste en de laatste keer heen. Uh, dat, was, dat was niet, niet meer een hoogte dagen. Maar ja. het was wel gewoon, uh, gewoon, gewoon tof. Dat was leuk. En jij? Je hebt heel veel waar je uit mag ja, kiezen. Is niet echt en, antwoord op ik, ik, ver, ik verval altijd weer in, in, in de oude E3's waar... Uh, het is gewoon zonde dat... Uh, en dat vind ik ook echt jammer voor onze jonge, jonge generatie. De Daans en de Koos en, en, en Jelles en zo. Jelle nog net wel. De oude, oude E3 waar echt het geld werkelijk over de plinten klotste. Ja, en, ja. en feesten. En het was... Te bizar. Je had daar op een gegeven moment... als je dan terugkwam... had je het idee dat gaming... echt het allerbelangrijkste was... wat er in de wereld was. En dan binnen een week in Nederland... wist je weer dat het natuurlijk... gewoon talen bullshit was. Maar ja. alles was games in LA. En dat, dat was wel... amazing om dat mee te maken. Um, alles was ook voor het eerst... weet je of vandaag de dag zijn toch... net als met, met die presentatie... weet je van Xbox. Ik bedoel... echt fantastische games. Maar alles weet je al. want Het, ja. het, het was er al. En dus dan... oké, okay, we ja, gaan ja. nog wat meer laten. Maar toen alles was voor het eerst weet je niks lekte ook het was de verrassing op verrassing en dan zat je weer in een restaurant met alle pers bij elkaar en erover te praten dat was zo'n bus ja dat, dat dat ja dat maak je niet meer mee een game dat... media bus of... nee niet de game okay, media okay. bus maar wel een bus inderdaad <laughs> dat, dat dat was wel heel vet maar ik 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 ben bang dat die tijden voorbij zijn gewoon en ja het uh... heeft gewoon een nieuwe vorm gekregen Het is het gewoon anders, ja, ja ja waarom zou je ik vind het ook wel jammer hoor maar dit ja. is ja Nee, goed. Nee, ja, ja je, bent, je bent natuurlijk. Kijk, stel dat jullie op de Gamescom zouden staan. Dan ben je daar <laughs> natuurlijk ook niet echt bij betrokken. Behalve dan dat je mij gaat bellen. Of ik langs wil ja. komen op de stand. Maar je bent niet betrokken bij okay, het organiseren. Of zo, wat nee, gaan we voor nee. booth neerzetten? Welke titels? Is dat iets wat je. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Dennis, uh, uh, die bij ons natuurlijk gewerkt heeft en inmiddels bij 2K al ja, worldwide zit, en best wel een goede positie heeft uh, ja. daar ook over na. of Leon Winkler, die natuurlijk bij Ubisoft die echt die, die, die feesten, hè, de E3 mm -hmm. helemaal. Is dat iets van daar wil ik naartoe groeien? Dat is wel, dat wel leuk. Ja, dat, in principe wel. Ja. ja, dat is dat is gewoon hartstikke vet als je dat kan doen. Uh, ik bedoel, maar ja, dit is de, 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 er is niet heel veel. Uh, ja, hoe zeg je dat? Het is gewoon steeds kleiner aan het worden, onze, ja. onze lokale uh, industrie, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ja het, we doen, ja, het ding is, ik zou het ook met liefde doen. En het is, het is wel veel meer verantwoordelijkheid. Dus dat is wel spannend. Um, ja. Dus de kans dat je iets verkeerd doet, is ook een stuk groter. Daar ben ik altijd bang voor. Maar mm -hmm. in principe, ja, uiteraard. Ik bedoel, ja, dan wordt het gewoon ja. Ja, is... T, is, t, is ja nee oké okay, jullie zijn wel internationaal natuurlijk van, van kijk bij bij een Ubisoft of een EA is die doorstroom misschien wat makkelijker omdat je al ja, het is één bedrijf en ja Play On is dan wel één bedrijf maar je doet ook weer verschillende dingen wel en dan weer niet en dat maakt het misschien is de, is er doorgroeimogelijkheid? Uh, uh, ik weet eigenlijk ja ik, ik bedoel bij ons lokaal wij zijn yeah. gewoon heel heel kleine groep ja, ja. dus in principe niet uh, ik heb het nooit geprobeerd, dat zou misschien kunnen, maar ja. ik heb er nooit in verdiept. Want ik ben in principe gewoon wel blij waar ik nu ben hoor. Dus uh, nee. ik, ik, ik ga ik ga nergens heen. Um, nee, maar ja, goed, bedoel, als we het over Dennis hebben, bedoel, uh, uh, <laughs> Kelvin mag niet weg, zegt uh, SK. Nee, dat, dat is ook <laughs> niet wat ik bedoel. Maar als je kijkt naar het 2 K-team in Nederland, bedoel, alles is weg, alles is ja, ontslagen. Ja. Uh, alleen, Dennis uh, is, uh, heeft de dans ontsprongen. omdat hij dus internationaal blijkbaar is opgevallen. Uh, is gewoon een hele amabele jongen die er vooral heel goed in slaagt om een soort van chemistry tussen al die. Want hij, hij stuurt nu zeg maar al die managers aan en dat kan niet heel erg goed. Um, ja, dat is het toch weer van ja, je bent Nederland. Dus ja, kom dan maar eens ergens in Engeland of Amerika op het hoofdkantoor. Dat is bizar dat ja. Leon het gelukt is om uiteindelijk bij Ubisoft gewoon al die shows uh, te produceren. Dat, dat is is nadeel, ja, dan zou je daarheen moeten. Ja, ja nou, hij moest dan naar Parijs. Daar ja. heb ik in principe geen zin in. Dus nee? uh, dan houdt NAJA nee. Nee, behalve al dat zou natuurlijk als niet in Tokio. Is. Nee hoor, daar wil ik ook helemaal niet wonen. Nee? Nee. je gaat altijd naar Japan op vakantie? Ja, ik ga er heel graag heen. Ja? Met alle liefde. Uh, maar ik hoef er niet te wonen en dan zeker niet te werken. Oké. Okay. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ja. Uh, want dan is het ook niet meer bijzonder. Als je, als je er helemaal woont, dan is het ook, dan is het normaal en, en standaard geworden. Ja. Dus, uh, maar vakanties uh, sowieso. Ja, nee, ja, we, 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 we gaan Japan, uh, okay, je gaat naar Japan. Oké. Zeker dus, weten. Dus, ja. Ik weet niet. Ik weet niet of ik het nu nog zou doen, maar ik... ik... Ik vind het wel wat hoor. om gewoon je hele leven maar even te verplaatsen. Nou, heel veel mensen doen het, doen het wel makkelijk. Maar ik zou dat natuurlijk niet kunnen. Ik heb wel nee. hier. Hmm. En ik zou mijn vriendin ook niet aandoen. Van, we gaan we met me nee, mee naar... Ik, 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 nee, ik, ik, heb, ik ben nu ook wel redelijk gezet. Ik heb een huisje gekocht. Maar ik heb natuurlijk jarenlang op een kleine bovenwoning gewoond. En ja, de world is my space, weet je wel. Uh, ja. Als ik echt, echt iets vet in New York of... Ik hoef ook niet overal in de wereld. had ik dat best interessant gevonden. Alleen ja, die PR kant is dan... Wat, wat Dennis doet of zo. Ja, het lijkt mij... Helemaal niks, maar ja, allemaal aansturen ja. van al die mensen wereldwijd, en uh, ja, het is, het is ook een hele lastige industrie op dit moment geworden. Uh, ik denk aan beide kanten, hoor. Bedoel, uh, jij, Embracer, Play-on is onderdeel van Embracer? Ja, of? ja, nee, de, de verhalen zijn daar natuurlijk bekend voor. Uh, om. Er zijn natuurlijk best wel wat studio's gesloten. Uh, je weet het nooit. Nee. Of je morgen nog een baan hebt. En dat heeft niks met embrace te maken. Maar gewoon bedoel ook bij... ja, ik. Bedoel, dat kan van alles gebeuren. Ja, nee, dat, precies. Uh, ik, ja. ik heb, uh, uh, wij hebben natuurlijk ook best wel uh, vorig jaar een moeilijke periode gehad. Gaat, gaat nu gelukkig echt een stuk beter. Um, dus dan ligt je baan ook uh, zomaar op straat. Alleen wederom, ik werk hier met een heel klein groepje. Uh, Boris, is het één appje ver. Dus, uh, en ik weet gewoon, als iets gaat klappen, dan zegt hij dat. Weet je wel? En dan hebben we tijd om ons voor te bereiden. Als ik dat hoor van collega's die dus ontslagen zijn bij bedrijven, is dat vrij hard. Ik kreeg opeens een mailtje ja, ik heb het nog niet meegemaakt. Nee, maar afkloppen, nog niet meegemaakt. Ik hoop ook dat het niet gaat gebeuren. Nee, maar het is ja, wat moet ik over zeggen? het is het, dat wil je niet. dat is gewoon, dat is gewoon niks. Uh, ja, wij, hebben er vrij, wij hebben er in principe vrij weinig last nee, van gehad. jullie dus, gaan goed. Ja. Uh, gelukkig. Dus uh, dat op zich. Ik heb ook niet echt niet heel erg bang gevoeld of zo van oh, je, ja. ik sta morgen op straat of zo. Nee. Uh, maar ik weet ja, heel veel internationale collega's van mij en um, uh, andere mensen, bij studio's die hebben een stuk minder uh, mazzel gehad. Ja. Dus uh, ja, het is gewoon, ja, ik hoop gewoon dat ze goed terechtkomen, dat is, dat is het nummer één. Ja. Het zijn niet dat die mensen hun werk niet goed doen of zo. Het zijn gewoon getalenteerde mensen. En die Zeker. verdienen het gewoon om... om, om vast ergens ja, uh, aan de kunnen. Nederland is gewoon... We, we hebben één probleem... en dat probleem zijn al die mensen die nu kijken. Jullie spreken allemaal fucking goed Engels. Jullie lezen <laughs> goed Engels, weet je. Ja. Dus zeggen ze al heel gauw... oké, okay, maar ja, goed... Uh, dan gaan ze maar lekker gewoon naar Engelse sites toe... of naar Duitse sites. Dat snappen ze ook wel, weet je wel. Dan halen ze daar de informatie ja. vandaan. Dat zullen ze in Frankrijk of Spanje niet zo gauw doen... omdat daar is het alles nog wel heel lokaal. Een goede vraag van Zurmi is... hoe komt het dat er een behoorlijke verschuiving is... van traditionele gamesmedia naar influencers en streamers... Hm. Dat is ook wel iets wat ik... Dat is een goede vraag. Ja, wat ik zelf ook wel eens... Hoe dat komt. Ja. Maar ik, ik zelf, ik denk dat het komt omdat het gewoon... Er is een nieuwe generatie mensen mm -hmm. die, vinden, die vinden wat anders. Die consumeren informatie op een andere manier dan, dan de mensen ervoor. Ja. En die zien dat liever op, 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 op een stream of zoals nu. Ja. <laughs> of, uh, of op een andere manier en niet meer lezen. Nee, maar... Dat, dat denk ik. En het is ook gewoon het feit dat misschien... Je hoort over verhalen of dat het natuurlijk niet zo goed gaat met de, le de leesvaartrijden van mensen. Misschien heeft nee. er wel mee te maken. <laughs> uh, geen idee. Maar ja, ik denk dat dat wel uh, nummer één is hoor. Gewoon ja, in verschillende, verschillende tijden. Weet je, vroeger keer iedereen tv, toen gingen mensen op internet. Ja. Dingen het verschuift gewoon de hele tijd. Misschien over tien jaar is het weer wat anders. Uh, dan moet je gewoon aan aanpassen, denk ik. Gewoon uh, flexibel maar zijn. Het lijkt me wel lastig, want. Ik sta, ja, weet je, ik moet er ook aan wennen. Van, we zijn nog steeds bezig bij Gamekings met, 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 met TikTok en YouTube Shorts. Voor een soort ja. van strategie van wat gaan we ermee doen? Omdat we, ja, de doelgroep die wij bespreken, die zit misschien niet op TikTok. Of, of heb ik altijd wel het idee dat die informatie wil? Dat hij toch wel wil weten uh, hoe, hoe iets in elkaar zit, wat er om een game, hoe die person ja, heeft ik gewerkt. Denk, dit ik, en... ik denk dat het af, afhangt van gewoon hoe het wordt gebracht. Maar, maar het lijkt mij zo moeilijk van, van kijk jouw palet waar je mee kan werken is van hey, ik uh, je, je kunt je kunt game komen preview uh, hey ik heb een interview mogelijkheid met, uh, met ja. pietje van de studio hey wil je langskomen op een trip uh, als je kijkt naar wat alles nu streamers en influencers het is allemaal kort het is snappy ze uh, interviews sowieso al niet meer het is uh, van hey, ik ga het spelen weet je wel het is lastig afspraken mee maken hoe kan je bijvoorbeeld het verhaal van kingdom come deliverance vertellen in een tiktok van 20 seconden daar sta je nu een beetje mee. Uh... Ja, maar het is ook een vraag: van, uh, zijn dat ook de mensen die je dan per se wil bereiken voor zo'n game? Ja, het is wel de, de, de generatie. Dat is waarom de industrie op dit moment niet echt groeit. Althans, de oude industrie, omdat die mensen, denk ik, die games niet meer kopen. Um, ja, dat, dat vind ik lastig te zeggen. Ja, kijk, ja. Het is, ik denk vooral de jongere mensen die, die alleen maar zitten te Fortnite en zo. Ja, ja. ik denk dat je. Nou, het zeggen, ik moet het niet eens proberen. Is misschien, is misschien, het gaat te ver. Maar je weet ook gewoon, die hebben ook gewoon hun. die vinden misschien heel andere uh, dingen leuk dan, dan andere generatie. Uh, ja, ik kan ook voor mezelf spreken, maar ik weet zelf, ik heb zelf ook gewoon de voorkeur van de dingen die, die ik speel. En, uh, en ook heel veel dingen dat ik denk van ja, ik vind ook Fortnite vind ik echt niks aan zelf, dus ja. persoonlijk. Dus ik weet niet lastig te zeggen. Het is aan de ene kant uh, is het gewoon een verandering van uh, hoe mensen daarmee omgaan. Mm -hmm. Uh, maar dat is natuurlijk de grote vraag. Ik denk dat niemand er echt een antwoord op heeft. Nou ja, Boris maar dan is dus dat wel opgelost. Nee, nou, Boos had wel op zich wel... Die heeft natuurlijk zelf vier kinderen. Dus die, die, ja. die, die heeft een studiegroep. Waar die naar gaan kijken. Um, dat vond ik wel een goede van. Maar ik kan niet naar mezelf refereren. Want toen ik tien was, of twaalf, of dertien. Uh, toen waren er nog geen games. Maar jij wel. En Boris ook. En uh, ik, kan bijna, ik weet bijna zeker dat jij veel verschillende games speelde. Althans, na, aan de hand van jouw portemonnee... en je zakzengels. Of misschien dat je met vrienden uh, games reilde. Ja. Maar je speelde wel di een divers palet aan spellen. Ja, weet ik niet. Ja, Ik denk, je groeit... Dus zijn dingen waar je als kind dan vooral... Gewoon ja. dingen die je... Die, dan heb je natuurlijk geen geld. Dus dan, dan de dingen waar je toevallig dan krijgt als cadeau. Ja. Waar je dan heel veel lang om zeurt dat je het einde krijgt. Maar je gameervaring was gewoon jij op je kamer die die game speelde. Ja, ja oh, zeker. En dan, ja. dan ging je op school tegen Ah, fuck, dit ja, is vet. dan daarom en, heb ik ook heel veel behoefte om andere mensen te zien gamen. Want ik denk altijd, ik wil het zelf. Maar ja, dat nee. is natuurlijk voor de nieuwe generatie heel anders. Die maar zijn ermee opgegroeid. Die, precies, de nieuwe generatie. Een game is bijna een, een manier van contact geworden met hun... Een, een ja. leeftijdsgenootje, ja. hun kinderen spelen Roblox, die spelen af bij Roblox. En kom je dan, dan gaan we samen dit spelen? Of ja, maar dat, naar... dat bedoel ik? Dat is, dat is dus, gewoon hoe het is, ja. het is geëvolueerd over de tijd heen. Ja, uh, en dat, dat kan je heel vervelend vinden, of heel ja, jammer, maar dat is wel hoe het is. Daar kunnen we denk ik niet heel veel aan doen. Dat is gewoon, uh, misschien mensen die ouder zijn dan ik, die keken naar mij als kind, die dachten: van ja, wat zijn ze? Nou wat zijn ze Pokémon nee. kaartjes aan het ruilen? Weet je, waar nou. slaat het op? Dus het is gewoon. Dat evolueert en de kinderen van de toekomst die gaan weer hele andere dingen doen ja, waarschijnlijk. Maar de games van vandaag de dag worden gemaakt door mensen die dertig zijn. Ja, ja. En... Die waarschijnlijk die band van oké, okay, maar hoe moet ik hier nou mee omgaan? Met de doelgroep die eigenlijk het liefst gewoon één game speelt. Waar, waar ze allemaal, bij, die iedereen ook allemaal tegelijk speelt. Zodat ja. ze dan elkaar kunnen vinden in plaats. De doelgroep van... Uh, gewoon lekker op je zolderkamer, weet je, onderuit op je bankie een vette vette single spelen. Ja. Dat, 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 dat zie ik ook wel van daar gaat iets mis. Die, die klik is best wel lastig te leggen met, met die groep gamers. Maar wie weet, op een gegeven moment als ze ouder worden gaan ze dus ja, wel als, andere ja. dingen. Maar, maar. ja, ik, ik vind dat het moet zijn. Ik, ik, ik kan er ik kan er niks eigenlijk niks zinners over zeggen, want iedereen denkt dat volgens mij altijd van dat ze het helemaal door hebben, maar ik ik weet het niet. Het is heel moeilijk. Ik, ben niet, ik, hoor, ik hoor niet bij die doelgroep. Nee. Dus ik vind het heel moeilijk om in te schatten altijd. Zo van, nou, wat, wat, hoe, hoe zorg ervoor dat die mensen ook dat ze het oude games gaan spelen. Ja, ja. Maar het is misschien gaan single player games wel verdwijnen over zo, als wij allemaal bejaard zijn nee. uh, of dood. <laughs> dan, ja. dan misschien, ga, dan spelen die mensen allemaal andere dingen. Dat, oh, dat, ik, dat, ga dat kan... ik ga wel, ik ga wel opzetten hoor in de seniorencentrum. Ja, Zeker weten. Relax <laughs> man. Ik ga niet zeggen dat het gaat gebeuren, maar ik bedoel nee. dat zou kunnen. Ja. Dat net als dat. moet uh, uh, ik even een voorbeeld verzinnen voor wat iets wat mensen nu niet meer doen. Uh, mensen verzamelen voor postzegels. Knikkeren. Postzegels. Ja, <laughs> ja op, pas voor. <laughs> ik, op, hoor. Weet ik veel. Ja, dat is vast mensen die dat doen. Ik kan, even denken, ik kan even misschien niet iets, iets concreter bedenken wat, wat mensen niet meer... Nou ja, lezen. Mensen lezen echt nou, een dat, stuk minder. Nou, ja, ik weet niet. Maar, ja, maar lezen mensen best wel veel nog ja, jongeren hoor. Jongeren niet meer zoveel. Ja, dat is wel dat, dat is dat wel... Ook, uh, yeah. ik, uh, ja, ik weet niet. Ik. er uh, nog vragen zijn voor mensen? Ja, nee, maar zeker. ik... Uh, uh, ja thuis is een background van Dead Island 2. ja dat, ja, dat heb je goed gezien dat, dat is we, inderdaad dat ja hebben we gemaakt ja. Um, ja ik weet niet als er nog vragen zijn inderdaad dan kunnen we die nog uh, beantwoorden verder um, vraag je Calvin en je nee wanneer begint de giveaway geen giveaway dit keer nee. van oh, mij is er altijd een giveaway niet altijd oh we doen okay. het wel vaak maar uh... ah. en nodig iemand van de jongere generatie uit kan een interessant item zijn heb je dat tegen mij of heb je dat tegen Calvin dat kan, dat wel ik. Bij, ik kan er wel bij kan erbij. bij uh, iemand zijn, iemand de kinderen uitnodigen of zo ja ik, ik weet het niet ik, ik heb uh, ik vind het, ja ik zoals ik zei ik vind het jij moet moeilijk. het onderzoeken ik hoef niet ja ik moet het voor Gamekings onderzoeken. jij moet het voor 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 ja, maar ik weet niet onze dingen die we uitbrengen zijn ook niet bedoeld voor die groep denk ik die zijn meer voor, voor echt voor de nou ja, plus, ja. of mensen van mij leeftijd bedoeld dus dan kun je wel heel erg moeilijk gaan doen met oh ik moet per se die kids bereiken blah, 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 maar dat gaat gewoon dat gaat voor mij gewoon niet lukken want dat nee. is niet waar wij in zitten wij nee. zijn daar niet mee bezig. Nee, uh, dat is waar. En dat is misschien jammer, want dat moeten we misschien wel doen. Want we moeten investeren in de toekomst natuurlijk. Maar ja. het is alles te genoeg om de dingen die, die je hebt, om dat ook al aan de man te doen. Nee, snap ik. Uh, geef jullie ook een Marvel vs. Capcom Fighting Collection uit? Um, ja. Nou, hier. Ja. Bam. <laughs> daar kijk ik zelf uh, ja? heel erg naar uit. Ik ben Marvel vs. Capcom... Uh... Fanboy. Is, is dat ook wel een beetje nog uh, uh, iets wat nog wel heel goed loopt? Die, die collector's editions en dat soort dingen allemaal. Is dat waar jullie ook als, als Zeker, steeds weet, meer op inzetten? Ja, mensen klagen altijd over hoe duur ze zijn, maar ja. mensen kopen ze wel. Dus dat. Is, ja, <laughs> dat is het. Uh, uh, dat, vind grap, dat, is het uh, dat vind ik altijd wel grappig om te zien. Want veel mensen, bijvoorbeeld iedereen, zit het alleen maar te klagen over bijvoorbeeld FIFA of je uh, sports FC, over hoe, hoe kut het is. Ja. Maar het verkoopt elk jaar. Nog meer dan de vorige, volgens mij. Of het ja. is ook iedereen alleen maar over te zeiken. Maar er is een hele grote groep mensen die gewoon die dat wel leuk vindt en die dat niet zo vocaal over. over nee, is. nee, nee. En nogmaals, uh, ja, ik, ik, ik zei er nooit over. Want ik, van, die game speel je zo ontzettend veel. 80 euro als je drie keer naar de film gaat en beeld door het bedrag heen. Inclusief popcorn en een biertje erbij. Dus ja. ik vind dat niet helemaal. Als, er zijn echt wel games waar je over kan zeuren dat het, dat het te duur is. Maar. Ik vind daar altijd wel een bepaalde mate van kwaliteit in. Ik vind het jammer dat ze dan ook nog eens een keer zeggen van... oké, okay, betaal mij 80 euro en vervolgens ga je ze helemaal leegzuigen met fut. Maar daar ben je altijd zelf bij. Dus... Ja, maar als mensen het echt niet wilden, dan... Dat is dan mijn, mijn, onze industriekant. Als mensen het echt gewoon niks... van. Het is alsof ze pistool er een hoofd krijgen. Je moet nu de game kopen. Nee, maar er is... Ja, ja en nee. Toch? Er is natuurlijk wel een soort van FOMO. Zeker bij jongeren. En zeker bij FIFA vind ik het wel op een randje zitten. Van, met fut van die kids. Ze maken elkaar dat op de middelbare school. Ja, dat gekkelde, is dat een genoemde inderdaad. Met kinderen. Maar in principe... Jullie geven die games niet uit gelukkig. Dus uh, volgens mij. Gelukkig hoef nee. ik daar niet zorgen over te maken. Over, nee. uh, over gokdingen en zo. Jij hebt blijkbaar... Pokémon kaart of niet? Ik, ik, heb, ik heb een po Pokémon kaart. Nou, dat staat hier, wat was je favoriet? Ja, favor ik zie het. Ja, ja. Ik, ik, heb, ik heb mijn favoriete Pokémon kaart. Heb ik, ik heb geen favoriete Pokémon kaart? Nee. Ik heb ze wel als kind verzameld, maar ik ben er nu niet meer bezig. Nee, heel veel andere mensen wel van mijn leeftijd. Die zijn helemaal in ah, okay. kaarten, maar ik, ik niet hoor. Ik, uh... ik heb geen één. Ik heb geen één Pokémon kaart. Ik, ik denk heb wel de, Pokémon Go gedaan. Ik dat denk wel. de Pokemon, de kaart van mijn favoriete Pokémon Electabuzz. Ik ben de enige volgens mij voor wie dat zijn favoriete Pokémon is. Alle tijden maar... ja, in welke ja. game ben je nu aan het spelen? nu... Uh, ik ben nog steeds bezig met Persona 3 Reload. Nou ja, nog steeds bezig. Ik heb hem gespeeld. Ja. Toen twee maanden laten liggen. En nu, ik was al bijna bij het einde, dus ik moet het nu gewoon... Ik ben nu weer aan het oppakken. En jullie um, hebben ook zoveel games. Moet je die allemaal gaan spelen? Ik moet niks, maar ik wil ja. het wel altijd spelen. Ja, ja. Tenminste, het is niet mogelijk om alles te spelen, maar als er echt iets groots uitkomt, bijvoorbeeld laatst van de Dragon's Dogma 2, dan ga ik het gewoon... Ja. Ik wil het gewoon weten. Ook, ook, om uh, jullie mening een beetje te checken. Ja, nee, zeker. Te ik speel dit. Heb ik, is mijn ervaring een beetje overeen met die van. oké, okay, dat is vaak wel nadat de game uit is. Dus dan is het al ja. te laat voor de, voor de recensies. Maar. Uh dat in ieder geval voor achteraf dan goed om te weten van nou, ik wil gewoon kennis hebben van wat ik wat ik heb wat ik verkoop Dus dat Snap vind ik, ik heel belangrijk ja. maar niet alles want dat is echt is niet te doen maar meestal nee, nee jullie ja bedoel dan moet ik je dan niet liegen en zeggen oh, ik speel alles altijd uit nee nee echt niet nee, dus, nee 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 ja, wat ik zeg van uh, <laughs> ik was altijd het grapje wat ik altijd maakte met met Onaf van Rockstar van uh, ja je hebt makkelijk lullen want je, je doet maar één game ja. één game per twee jaar uh, jullie doen er echt nog ouderwets veel en uh, je bent ook breed geïnteresseerd dus je speelt ook nog eens het, het zijn tevallen van het, allemaal ja, het van allemaal heel veel dingen die ik zelf ook heel leuk vind ja. dus dat, dat scheelt. dat zijn niet dat ik mezelf moet uh, forceren van oh ik moet dit spelen en ik geef nee, het, nee de meeste 19 dingen die vind ik zelf ook heel leuk en zou ik zelf ook misschien wel gekocht hebben ja, uh, ja. dus dat is ja dat is voor mij altijd heel makkelijk Somali die vraagt heb je Elden Ring al gespeeld ik heb zeker Elder Ring gespeeld. Oh, de DLC niet. Ik ne? heb hem uitgespeeld, jongens. Oh. Boom. En ik heb wel Moog verslagen, gewoon toen, die, toen de game uitkwam. Dus is dat goed voor mijn gamer-cred? Zeker even weten. Dat ik, uh, Je bent nog niet op het level nee, van nee, die zes nee, characters. Dat ga ik ook de nooit de komen. Ik, ja, heb, nee. <laughs> ik heb, ik heb, één, uh, ik heb uh, één character en dat vond ik wel genoeg. Ik, ben altijd iemand, ik speelde het game maar één keer en daarna vind ik het prima. Ja. Ik ga nooit meerdere keren. Het is ook oneerlijk ten opzichte van anderen, want jullie krijgen... Nou, je krijgt die. Ik, ik weet niet, ik bedoel, ik weet, maar dat hoef jij niet te beantwoorden. Ik weet vaak tussen de publisher en kantoor: wordt er ook wel wat uitgewisseld. Van hey, als jij mij nou die game geeft, dan krijg je van mij deze game, deze code. Maar wie weet moet jij games nog wel kopen? Kijk, ik krijg ze vaak wel gratis. En. Um, uh, dan ga je makkelijk, dan heb je gewoon veel meer aanbod. Uh, daarom speel ik een game vaak niet twee of drie keer, want ik heb nog zoveel uh, games uh, te doen. Even kijken, de andere vraag. Hoe uh... is het dingen om te weten ja. voor ze uitgebracht zijn? Ja, dat is leuk en dat is ook heel, helemaal niet leuk. Nee. Want soms wil je gewoon. Uh, soms, soms wil je gewoon. iets zeggen. Nou ja, dan dus heb ik iets heel vets gezien en ik, ik wil dit graag delen met de wereld, maar ik ja. kan gewoon nog niet. Of, of, dan gaat er een van de gerucht en dan weet ik of het klopt of het klopt helemaal niks van. Maar nee. ik kan er, op beide manieren kan ik er niks uh, over zeggen. Ja. En dat is, uh, dat is gewoon lastig. Ja, en dat is lastig. Zeker ja. in contact met, uh, met 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 journalist is dat uh, inderdaad wel. Uh, ook mijn vrienden, ik heb ook gewoon vrienden die gamen, weet je, en dan kan ik gewoon niks zeggen. Dat vind nee. ik dat is dat is lastig, want het is. Uh, heel veel Bacardi cola en tequila shotjes en nee, Ik heb, ik kan me trots zeggen dat ik nog nooit iets heb onthuld. Oh, of, ook okay. niet tegen mijn vriendin nou. zelfs of zo. Ik want als je nou eenmaal mee begint, dan uh, uh, kan je snel wat bij mensen doen uh, nee. waar het niet bedoeld. Nee, precies. <laughs> dus uh, laten onze laatste vraag doen. Ja, op, pak hem bijna. ja uh, Hoeveel dagen doe je er vaak over om een game te spelen voordat er een review er komt? Ja, dat hangt van de game af. Toch? Uh, ja, nee, wij hebben soms. Wel, sommige games uh, spelen je in de middag uit, als ze kort zijn, toch? En sommige. Uh, uh, wel de ring. Uh, ja. Uh, ja, tegenwoordig niet meer. Te de, de, de games zijn allemaal zo lang. Nou, wij hebben wel een soort van window. Meestal op donderdag gaat, uh, donderdag of vrijdag gaat de uitzet eruit. En dan heb je eigenlijk gewoon het weekend om die games te spelen. Omdat dan krijgen we vaak ook pas dingen binnen. Dus vaak twee, drie dagen van tevoren krijg je iets binnen. Um, en dan moet je ja, het ook is... nog eens een keer uh, met ja. meerdere mensen spelen. Dus dat is, dat is best wel doorbikkelen. Um, maar um, ik ben wel van mening... Sommige mensen vinden dat niet zo... maar dat je, als je zo lang games reviewt... dan zie ik op een gegeven moment ook wel... als ik een tijdje... dan ben ik tien uur, in, twaalf uur in een game... van oké, okay, maar het wordt gewoon niet beter... Ja, dan, ik vind ook je hoeft in principe vaak, ik denk, een game niet uit te spelen. Het liefst wel. Als je maar, het wel maar gewoon zegt. Van, op, een op een gegeven moment heb je de essentie wel begrepen. Moet je Elden Ring uitgespeeld hebben om, om te weten of het goed is? In principe niet, toch? Denk nee, ik. Lieber nee, liever wel. Als maar, je de tijd ervoor hebt. Kijk, maar. als het positief is, maakt het niet uit. Maar op het Moment als je negatief is, van ik heb 12 uur die game gespeeld en het wordt gewoon maar niet leuker. Dan kan je wel zeggen, ja, maar weet je wel, hoor ik wel eens van ja, maar na 25 uur werd het wel een beetje leuk. En ja, is van. Weet. Maar als ik die game zou kopen en ik moet 25 uur erin steken voordat het leuk wordt. Dan nou ja, had ik al lang ja, teruggebracht, precies, precies, dus, uh, maar dan moet je het er wel bij zeggen. Dat is dan weer echt een smaakding. Van uh, ik ga er niet prat op van ja, maar alles moet helemaal uitgespeeld. Nee, als een review is van, dude, ik heb, ik heb dit vier uur gespeeld. Ik vond dit echt zo tergend slecht. Ik probeer dan ja. wel iemand erbij te zetten die nu verder gaat spelen, maar ik vind dat je dat dat is ook een mening. Namelijk, van het is mijn geld gewoon. Ik met ja. mijn smaak vind het helemaal niks. Ja, um, dus dat, dat heb ik wel. En games zijn wel echt echt veel langer geworden. Dat is ja, dat, ja, dat vind dat ik wel veel, uh, is het nadeel. Ja, zeker weten. <laughs> Oké, okay, dus, nog uh, één. Ik uh, iemand zegt echt iets, iets als een slechte review. Uh, ik vind het van het niet, behalve als het echt in, inhoudelijk fout is. Maar anders, ja, uh, vind ik het niet. Nee, nee. Dat, dat, dat is <laughs> nee, als dat. Nee, nee als, uh. als duidelijk is dat iemand het niet gespeeld heeft uh, en dus iets beoordeelt ja. op, op, op dingen die niks met die game te maken hebben. En dat kan ook te maken zijn met bijvoorbeeld. Uh, ja Allerlei kanten of een politieke lading of whatever. Dat, de, je moet de game gewoon op zijn merites. Is die leuk voor jou of is die niet leuk voor jou? En dat ja. met, met een beargumentering, dan is het niet zo snel een slechte review. Je kan het er wel niet mee eens zijn en dat kan ook slecht geschreven zijn. Dat kan ook. Iemand die niet goed kan schrijven, die. Ja, dat, dat die, 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 zwaar. Die, dat dan is wordt dat een slechte tekst gewoon. Tergend lang, ja, langzame, ja, ja. trage uh, 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 stream. Dat kan wel. Maar slechte review, nee, nou, ja. dat, uh, dat hoeft niet. Nee. Nou, nou, Oké, okay. super. Mooi. <laughs> ik denk dat dat, dat, ja, dat was het gewoon. Ja, nee, ik dan, 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 dan we kunnen wel dan... nog langer doorgaan, maar ik denk dat mensen de essentie een beetje uh, snappen hoor. Nee, want... zeker. zeker. Ja. Het, wordt, het wordt wel steeds drukker in de stream, maar uh, ja. wie weet doen we het ooit nog wel eens een keer. Uh, het wordt inmiddels ook al bijna half zes. Ja, ja we moeten zo meteen op tijd ja. thuis zijn voor Nederland. Uh, ik moet dus, nog een uh, stukje met de trein allemaal. Nee, nee, nou, jij moet een met, met, heel klein stukje met de trein, moet jij? jij uh, in Amsterdam. Als de metro weer rijdt met de metro, anders. Uh... Reet de metro net niet? Nee. Nee, het was iets met de metro. Maar oh. dat was volgens mij nu al opgelost hoor. Ik word gek hier van het OV af en toe. Nee, Wacht dat, dat zal tot half, half vier duren of zo. Dus. Oké, okay, oh, dan is het wel weer opgelost. Goed, um, anyway. Uh, nou, bedankt in ieder geval de Gamekings-kijkers. Uh. Ja, nou, ja, inderdaad. Bedankt voor de Gamekings-kijkers. Leuk ja, dat zeker. jullie er en Ook onze Playon-kijkers. Uh, ik hoop dat we wat nieuwe Playon-fans hebben gemaakt met deze stream. We zijn elke vrijdag... Mag ik nu even reclame maken? Jazeker. Elke, elke, elke vrijdag om vier uur zijn we live op, uh, op ons Twitch-kanaal. Met uh, twitch.tv/slash playon/bnl. En daar zijn we altijd te zien. Uh, ik en, uh, en Sherim, uh, die, die is niet hier nu, maar die, uh, mijn uh, community manager-collega, die, ja. uh, die is daar dan ook. En dan hebben we het over uh, van alles. En <laughs> nog wat. Absoluut. En het ja. is altijd na einde van de week live. Oh ja, ja, dus ja anders, precies. anders, hadden, dus, anders uh, hadden we niet gepromoot. Ja, dus ja, je, dus je, je kan meteen door ja, Precies. Dus dat is, ja. dat is helemaal geen probleem. Goed, uh, jongens, uh, prettig weekend allemaal. Yes, fijn weekend.